Ik zit in een haram relatie, ja. kan ik het nog halal maken, ja, ja of nee? Zeker. Het antwoord is ja, je kunt het nog halal maken. Ja. Zij stapt meteen naar haar vriendin en weet je wat hij tegen mij zei? Weet je hoe laat hij gisteren thuis kwam? Hij zegt weer tegen zijn vrienden, ja, ik heb gisteren helemaal geen eten gekregen thuis. Zo, so, nou, ik was van al aan het Hij zegt, er is geen één gezin op de wereld waar geen problemen zijn. En dat is het huwelijksleven. Het is van een opstaan. En soms samen problemen oplossen in plaats van vluchten voor problemen. Soms heb je huwelijken waarin man en vrouw bijna als broer en zus leven. Weet je, ze zijn al 14 jaar getrouwd, hebben al drie of vier kinderen. En op een gegeven moment is er geen gemeenschap meer. En dat, ja. dat kan niet, dat, dat is niet normaal, dat is niet gezond. Ja. Assalamu alaikum, we hebben goed nieuws. De huwelijkseditie van de podcast Game is begin augustus weer te verkrijgen in de webshop, inshallah. Wees er snel bij. Want de huwelijkseditie is vaak snel uitverkocht. Maar wil jij precies weten wanneer deze online te verkrijgen is? Ga dan naar de webshop en schrijf je in met jouw e-mail. Dan houden wij jou op de hoogte van wanneer die precies uit is. Alles heeft een doel en niets is doelloos ontstaan. Vanuit dit idee kwam Purpose tot leven. Door middel van dit merk brengen zij de positieve boodschap van de islam op een subtiele manier over. Zodat mensen geïnspireerd raken om een bewust en gefocust leven te leiden. Check hun op de socials hieronder. Halalmiet.nl, de online halalslagen van Nederland en België. Alle producten zijn 100% halal, van premium kwaliteit en met zorg geselecteerd. Check ze op de socials hieronder. Assalamu alaikum, beste broeders en zusters. Welkom bij een nieuwe podcast. Vave, een hele belangrijk thema gaan behandelen, namelijk het scheiden. Wat zijn de oorzaken van het scheiden? En we gaan ook natuurlijk kijken wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Nou, we zijn hier vandaag met Oestert Abu Djouiri. Assalamu alaikum, beste broeder. Al Hoe gaat het met jou? Goed. goed. Mooi. Zeg maar. Ik uh, wil alvast aan de kijkers aangeven... ik heb een klein beetje last van hooikoorts. Dus als je mij hoort snotteren, vergeef mij daarvoor. Ik, uh, ik, uh, ik heb het vandaag een beetje zwaar. Geen ja. We. Ik wil eigenlijk gaan beginnen met een hele simpele introductie... door een aantal statistieken op te noemen die ik van mijn telefoon heb. Uh, mm -hmm. Die ik heb gevonden van de Centraal Bureau van Statistieken. Dat is gewoon een uh, landelijke pijlmeting. CBS, Dat ja. uh, wordt gehouden elke jaar. En daar staan eigenlijk de meest recente cijfers. En wat we zien... Omtrent de scheidingen, als het gaat om scheidingen uh, in 2021, want dat zijn de meest recente gegevens die ik heb kunnen vinden, is dat mensen die tussen 0 en 5 jaar gescheiden zijn, dus minder dan 5 jaar gaan mm -hmm. scheiden, ja. uh, daar heb je ongeveer afgerond 4000 mensen die dus scheiden binnen 5 jaar. Ja. Nou, tussen 5 en 10 jaar heb je daar 5800 afgerond. En tussen 10 en 15 jaar heb je daar 4700. Nou, in totaal komt dat afgerond 15.000 scheidingen in 2021. Hmm. En dat waren mensen die dus in een huwelijk zaten tussen 0 en 15 jaar. Dus dat is best wel een korte ja. tijd. Ja. En je ziet ook nog wat ik nog daarnaast heb gevonden 24.300 afgerond. 24.300 kinderen zijn getroffen hmm. door een scheiding na een huwelijk. En 20.000 zijn er ook de naast getroffen. Want er zijn ook heel veel mensen in Nederland... die natuurlijk het huwelijk niet ingaan... die als ja. vriend en vriendin, als het ware als een partner, ja. samenleven. Dus in totaal heb je daar ook dus 45.000 kinderen... die dus eigenlijk de dupe worden van een scheiding. Want ja. het heeft natuurlijk geen positieve gevolgen... alleen maar negatieve zien meestal. Mm -hmm. Nou, nog een hele andere interessante statistiek is... 600.000 kinderen die jonger zijn dan, dan 16 jaar... en dit is zijn gegevens van 2015... Mm -hmm. woonden in een gezin... Waarvan je dus één vader had of één moeder. Dus een alleenstaande ja. moeder of een alleenstaande vader. Dat zijn 200.000 kinderen meer dan de afgelopen 20 jaar. Dus Dit zijn best wel ja. chockerende cijfers. Ja. En ik denk dat ook mensen vaak horen binnen de Om, binnen onze gemeenschap: ook dat je hoort wie ja. is gescheiden, die is gescheiden. Ja. Of uh, daar is weer iemand gescheiden. Ja. En het komt steeds vaker voor. En mijn ja. vraag, Oestet, waar ik eigenlijk mee wil aftrappen, is het volgende: wat zijn zaken voor het huwelijk? Want ik wil het. Opdelen in drie gedeeltes. Ik wil even eerst gaan kijken naar voor het huwelijk, mm -hmm. dan de motieven dat je misschien tot de stap gaat zetten om te gaan scheiden tijdens het huwelijk. En dan ook natuurlijk het proces en de gevolgen en de ja, dingen dus het na het huwelijk, het huwelijk. En mijn vraag aan jou is, wat zijn zaken voor het huwelijk dat kan leiden dus tot het scheiden? Ja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi alameen, wa sallallahu wa sallam ala kareem, ala alihi wa sahbihi wa Um, ja, ten eerste, ik vind het uh, best wel ja, schokkende cijfers natuurlijk. Wel kwam er eerst een vraag in mijn hoofd op. En dat is van, er stond er ook iets over procenten. Uh, het gaat hier om aantallen, maar uh, op hoeveel mensen is het onderzoek uitgevoerd? Hoeveel mensen zijn getrouwd bijvoorbeeld? En daarvan is zoveel procent gescheiden. Want dat, dat zegt soms, dat geeft je een betere beeld, zeg maar. Ja, wat je bijvoorbeeld soms ziet, uh, er stonden geen percentages. Mm -hmm. Maar er stond bijvoorbeeld um, in 2021 ja. per duizend inwoners. Okay. Acht daarvan gaan een Acht, echt scheidingen, Zo. Van acht of negen, en daarvoor was dat iets minder, okay. dat zat op vier of drie. Ja, want dit doet mij denken eigenlijk aan een, een gebeurtenis wat uh, iemand mij uh, ooit uh, vertelde. Hij zei dat hij naar het Marokkaanse consulaat gaat, dit heeft ook even met het huwelijk te maken. Eh, want uh, als Marokkaan zijnde, zeg maar, als je dan trouwt, dan ga je niet alleen maar naar het gemeentehuis en bijvoorbeeld naar een imam voor uh, het islamitische gedeelte, maar je gaat ook naar het consulaat. En de broeder die vertelde mij een keer, hij zei dat hij een bezoekje bracht aan consulaat, gewoon puur voor wat papierwerk. En uh, voor een paspoort of een, een nieuwe ID-kaart. En toen zat hij daar en had te maken met een best wel korte rij eigenlijk, waar hij aan het wachten was. En hij zag aan de overkant een hele lange rij bij een bepaalde, uh, bepaalde afdeling. En toen zei hij tegen die ambtenaar: van, Hij zegt, die, die lange rij daar zo, wat, wat vragen die mensen aan? Komen die voor een paspoort of zo? Toen zei hij tegen hem van nee, die komen voor het huwelijk. Hij zei, tabarakallah. echt uh, hij had echt bewondering. Zoveel mensen gaan trouwen, met Dat is echt een, ja, dat doet je goed. En ja. vooral jongeren natuurlijk, weet je. Ja, ja. Toen zei die, uh, die ambtenaar tegen hem van juich niet te vroeg. Hij zegt meer dan de helft komt binnen zes maanden terug om te scheiden. En dat is wel pijnlijk, weet je. Ik vind het echt gewoon echt confronterend van wacht eens even, als we daar een rij hebben van 80 mensen, dat meer dan 40 personen van hun dus meer dan 50% al bijna binnen zes maanden terug komt te scheiden, dan dat gaat iets fout. Ja. Zo hoort het niet te gaan, weet je. Ja. Dus uh, ja, dat even als uh, om een beeld te geven, ook voor de kijker. Van, kijk niet alleen maar naar bruiloften en hoe mooi dat allemaal is en die, uh, dat uitnodigingskaartje, uh, maar er zijn ook heel veel scheidingen. En ik zeg het ook vaak bij wanneer we te maken hebben met een bekering. We worden heel blij wanneer iemand bekerende is. Maar we vergeten hoeveel mensen eigenlijk hun geloof helemaal verwaarloosd hebben. En misschien naar buiten zijn getreden. Ja. Dus we kijken vaak naar één kant. En we vergeten een hele andere kant. Ja. En aan beide kanten moet aandacht besteed worden. En dat is inshallah ook door middel van deze podcast. Ja, inshallah. Dus uh, om terug te komen op jouw vraag: uh, jouw vraag exact was uh, dus van uh, de, de weg naar het huwelijk toe, toch? Of, uh, ja, dus. Ja. Wat je eigenlijk ziet is dat soms kunnen bepaalde gebeurtenissen mm -hmm. of handelingen die jij verricht ja. een gevolg zijn dat je uiteindelijk bent gaan scheiden. En met name ja. in de periode voor het huwelijk. Ja. Denk bijvoorbeeld aan als je bijvoorbeeld een bruiloft gaat houden, ja. gemixt mm -hmm. muziek, ja. veel haram-elementen, ja. waardoor je eigenlijk een ja. huwelijk begint. Zonder barakken, ja, ja. zonder de zegening van ja. Allah. Ja, heel herkenbaar. En is dat bijvoorbeeld iets wat ik kan linken aan dat kan leiden tot een scheiding? Zeker, afdaging? zeker. Dat, dat, kan, dat kan zeker. Dat kun je ook begrijpen vanuit het Koran en Sunnah. Van, van alles wat gebaseerd is, of gebouwd is uh, op sterke fundamenten, dus het taqwa, uh, dat wordt ook gezegend door Allah. Dat zal ook het langst voortduren en voortbestaan. En alles wat gebouwd is op, of gebaseerd is op, op ongehoorzaamheid. Eh, daarin zul je zien dat de barken, dus uh, de, de zegening, wordt opgeheven, en ja, van de ene dag tot de andere dag ga je alleen maar nog meer problemen zien. Je hoort het heel vaak, hè? grote bruiloften. Met een dikke limousine, een Ferrari, een Porsche, een Lamborghini, een stoet, heel stoet. En mensen ja. die er allemaal overlast van hebben en de wegen zelfs blokkeren. Want we gaan trouwen, de hele stad, heel Den Haag moeten van horen of heel Rotterdam moet weten dat ik getrouwd ben, weet je. En zoveel geld uitgeven. En als je daarbij stilstaat: gewoon even heel realistisch kijkt. Van, is dit echt die persoon, hè? is die echt in staat om zulke auto's te rijden? Het is gewoon iemand die doodgewoon op een kantoor... gewoon een ba baantje heeft, hele weken... of heel, heel het jaar rijdt hij in een polo of in een normale auto. Dus het is niet om een auto af te keuren... maar hij rijdt gewoon een hele normale, bescheiden auto. En in één keer moet hij een beeld geven aan de mensen... van kijk wat ik allemaal bezit. Want je bezit het niet. Het gaat straks allemaal terug naar het huurbedrijf. En de ja. zaal ook. En dat geldt ook voor een vrouw. En ook de kleding, de sieraden, et cetera. Dus wat gebeurt er op een gegeven moment? Nog geen dag later worden ze geconfronteerd met de, uh, met de, met de realiteit... Ja, de werkelijkheid. De werkelijkheid. Al die schulden, al die, al, die, al die kosten. Weet je, in één keer komen die rekeningen binnen. Zoveel geld heb je al nodig om te kunnen trouwen. We praten echt over tienduizenden euro's. Mensen werken zich helemaal kapot. En daarna zelfs komen er nog rekeningen na. En dan denk je bij jezelf: oké, okay, maar is dit echt de manier hoe ik wil beginnen? Dus inderdaad, uh, vaak heeft men of begint men op een hele verkeerde manier. Dit is daar een voorbeeld van. Er zijn ook nog heel veel andere voorbeelden, ook heel veel andere redenen, waar we stapje voor stapje bij zullen stilstaan. Maar dit is echt gewoon een hele herkenbare. Ja. Weet je? Kijk altijd naar jezelf. Wat kan ik aan? En uh, wees even niet bezig met wat mensen van jou vinden of denken. Ja. Jij gaat nu beginnen aan een stap, aan een prachtig iets, een project, een groot project. Dat is het stichten van een gezin. Jij en jouw vrouw. En ook voor de zusters, Ik zeg dit vaak. Ik had Laatst bijvoorbeeld had ik een module, ging over het huwelijk. En toen zei ik van let op, als je jezelf aangesproken voelt, weet je, krijg geen error of zo. Want soms richt ik me naar de vrouw en soms richt ik me naar de man. En allebei komen aan de beurt. Met zowel positieve dingen als negatieve dingen. Dus denk niet van, oh hij valt mij aan, of nee, dat vind ik echt niet kunnen dat hij dat zegt. Nee. Ja. Alles moet genuanceerd worden. Alles moet gewoon uh, van, vanuit verschillende hoeken belicht worden. En dit is gewoon de harde Mannen kunnen echt grove fouten maken. Vrouwen kunnen ook hele grove fouten. Mannen kunnen dingen echt heel goed doen. Vrouwen kunnen dingen ook heel goed doen. Ja. Daarom is het belangrijk dat we eerst inzien van wat is goed, wat is fout. En goed voor een moslim is hetgeen wat Allah sp. goed vindt. En fout voor een moslim is hetgeen wat Allah sp. fout vindt en niet wat de mensen vinden. Ja. En daarom vind ik een prachtige gezegde, wat je echt als levensmotto kunt nemen... in al jouw facetten van het leven... Is in het Arabisch: Erda u Jamiein Nasi, la Van het tevreden stellen van alle mensen is een doel wat nooit behaald kan worden. Wij zijn altijd of vaak, laat ik even vaak gebruiken, we zijn vaak bezig met wat mensen van mijn huis vinden, van mijn huwelijk vinden, van mijn bruiloft vinden, van mijn auto vinden, van mijn vrouw vinden. Als je daarmee bezig bent, kun je kunt ze nooit tevreden stellen. Dan ga je jezelf uitputten. Wees gewoon bezig met van... wat vind ik en mijn vrouw fijn. Hoe willen wij leven? Hoe willen wij onze kinderen opvoeden? Ja. Waar, waar, waar worden wij tevreden van? Waar wordt Allah tevreden van? Als je hierbij stilstaat, dan heb je heel weinig zorgen. Maar ga je focussen op wat iedereen vindt, ja, dan ga je het ja. moeilijk krijgen. Ja, je ziet het ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar de profeet sallallahu alayhi wa Je ziet dat. Maar ook los van alle andere profeten, dan ja. zie je dus dat zijn ze natuurlijk. zelfs... Er waren mensen die nog steeds tegen hem waren. Dus je kan niet iedereen tevreden stellen. Daarom. Dat is gewoon uh, ja, Mission Impossible. Het uh, yeah. is onmogelijk om ja. dat uh, te bewerkstelligen. Maar in ieder geval, waar je het eigenlijk dus over hebt, is dat een bruiloft zonder barakken. dit kan zeker dus een aanleiding zijn tot het scheiden. En dat, dat daar inderdaad. dus de broeder, zowel de zuster, over moet gaan waken. En dit gewoon duidelijk moet aankaarten. Mochten ze bijvoorbeeld. Uh, gedwongen worden van, hey, er moet muziek komen door ja. een tante, of door een moeder, of door ja. een vader, we willen dit, we willen dat, ja. dat je daar gewoon afstand van neemt, afstand. en beter niet is dan dat huwelijk binnentreedt. Echt waar, kijk, uh, de tevredenheid van onze ouders is heel belangrijk, hè? naar ja. de tevredenheid van Allah maar het een mag niet ten koste gaan van het ander. En, en we hebben hele duidelijke overleveringen van de profeet, waarin hij uh, bijvoorbeeld zegt van la uh, fi uh, uh, ja. Er is geen gehoorzaming aan een schepsel in de ongehoorzaming aan de schepper. Dus al zou jouw moeder zeggen: Shuma, weet je, even op zijn Marokkaans, weet je, van. bruin om zonder, gaan ze ons gierig noemen. Of als je niet dit en dat spendeert, dan gaan mensen uh, over ons praten. De mensen gaan altijd over jou praten. Ja. Weet je, je hoort het in de eerste avond, al doe je alles. Ja, dit was lekker, dat was mooi, maar die pastilla was echt niet, die was heel koud of er zat te weinig vis in. Of heb je gezien hoe je ze erbij liep? Of zag je toen ze dit... Dus wees daar gewoon niet mee bezig. Dat is gewoon, zoals je zegt, mission impossible. Dus kijk naar wat Allah tevreden staat. Als jouw ouders jou echt ergens toe pushen... wat verboden is... Mm. zeg gewoon van, luister eens, zo wil ik het doen... En anders niet, weet je? Ja. Klaar. Ik wil dus vanuit hier even ja. doorgaan naar het tweede punt. En dat mm -hmm. is dus bijvoorbeeld ook het uithuwelijken. Ja. Dat is iets waar ook de Profeet van Islam in uh, overleveringen over heeft gesproken. Ja. Maar er zijn dus binnen onze gemeenschap, zijn er bepaalde culturen ja. die bijvoorbeeld op jonge leeftijd twee vrienden ja. uh, bewijzen van, oh je hebt een dochter, ik heb een zoon. Als zij later ouder worden, reserveren ja. we die voor elkaar. Ja. Wat zegt de islam hierover? Over ja, het uithuwelijken. Ik vind het een hele goede vraag. Want dit wordt zo vaak aan de islam gelinkt. Terwijl het gewoon niets, maar ook letterlijk niets met de islam te maken heeft. Het heeft met, zoals je zegt, heel mooi, bepaalde culturen te maken. Dus de Nederlandse cultuur heeft hele positieve dingen, maar ook soms negatieve dingen. Ja. De Marokkaanse cultuur heeft soms positieve dingen, maar ook negatieve dingen. En dat heeft de Somalische, dat heeft de Australische. Dat geldt overal voor. En de islam, het mooie daarvan is, wij kijken niet naar cultuur. Als iets van onze cultuur overeenkomt met de islam, dan accepteren wij dat. En als iets van onze cultuur niet overeenkomt met de islam, dan verwerpen wij dat. Ja. Ongeacht of je nou een Marokkaan bent, of een Turk bent, of een Australiër bent, of een Amerikaan. Weet je? Dus... Hier, voor het onderwerp uh, uithuwelijken. ik ken minimaal twee hadith, twee situaties zich, die zich voor hebben gedaan in de tijd van de profeet, wa sallam, waarin een vrouw kwam klagen bij de profeet, sallam, over dat zij uitgehuwelijkd was voor de komst van de islam. Let op, voor de komst van de islam. De djahiliyat tijd, ja. de onwetend, Ja, en in de ene situatie zei hij tegen haar van, oké, okay, uh, wil jij van hem scheiden? Toen zei ze van... Nou, ik vind het eigenlijk helemaal geen verkeerde man. Dus ze is met hem blijven leven. Mm -hmm. Dus hij heeft haar die keuze gegeven. Ja. In een andere situatie heeft ze gezegd van... ik wil niks met hem te maken hebben. En hij heeft ze van elkaar gescheiden. Ja. Dit is de islam. Dus kijk niet naar wat jouw ouders... van cultuur en geloof met elkaar mengen. En dan zeggen van... nee, zo moet het bij ons. Wie is ons? Weet je? Ja. Dus altijd teruggaan naar, het, naar religie. Dat is voor ons de, de, de maatstaf. Zo'n huwelijk is ook niet geldig, toch? Als, ja. als, als er een, eigenlijk ja. één kan niet wil. Ja, RIDDA is waar dus, uh, tevredenheid vanuit beide partijen is ook echt een pilaar van het huwelijk. Dus net zoals het gebed Pilaren kent, dan als je een pilaar mist, dan is het gebed ongeldig. Kent de hajj ook Pilaren, kent het vaste Pilaren, ze kent Pilaren ja. en zo ook het huwelijk. En inderdaad, uh, dit is een hele belangrijke. Oké. Okay. Um, nog iets anders wat ik bijvoorbeeld wil bespreken, ja. en dat is het derde punt, wat ook heel veelkomend is, zijn haram relaties. Ja. Dit is ook dus een, uh, uiteindelijk mensen die bijvoorbeeld in een vijf jaar, zes jaar haram relatie zitten. Sommige mensen zeggen: Ja, maar kijk, wij zijn getrouwd ja. en bij ons is het wel gelukt. Dit geeft een soort van beeld dat ze als het ware indirect mensen willen aansporen van ga jouw man of ga jouw vrouw maar ja. vijf jaar zes jaar leren kennen ja. en dan ga uiteindelijk trouwen. Je neemt die hele stap toch wel. Ja. Wat, wat is hier uh, ja. de kwestie? Ja, de intentie lijkt heel mooi natuurlijk ja. en dat is ook wat de satan altijd doet. De satan die gaat nooit tegen jou zeggen van uh, drink in één keer alcohol of, of doe iets verboden. Nee, ja, die, die, gaat, gaat, de, die gaat de zonde niet lelijk nee, uh, nee. maken. Die gaat er gewoon even bij zitten, doe ook even gezellig, weet je, en dan zit je daar eenmaal. Uh, maar als je het nog nooit gedronken hebt, dan weet je ook niet wat je eigenlijk aan het laten bent. Weet je? En weet je, één slokje kan toch geen kwaad. Okay. En weet je, als je hem gewoon opdrinkt, je hebt hem nu toch al gedronken. Dan... En zo gaat het. En voordat je het weet, zit je eraan vast. En voordat je het weet, ga je nog andere dingen doen nadat je dus die bedwelmende drankje op hebt. Dus het gaat ja. in stappen. Oké, okay. goed. De reactie zal zijn tegen zo'n persoon. Oké, okay. jij, jij gaat nu dus met een goede intentie ga jij een haram relatie beginnen. Ten eerste hebben we definities van een goede intentie. Uh, praat een slechte daad nog niet goed Weet je Iets wat krom is, is krom Dus die intentie die, die, die heel bot gezegd mag je bij je houden ja. Weet je, je Want wij komen. kijken altijd naar intentie en daad In de islam wordt altijd gekeken naar intentie en daad ja. En niet alleen maar naar de intentie alleen Of naar de daad alleen Maar goed um, Laten we even doen alsof het geaccepteerd is Oké okay, je hebt een hele goede intentie Nou mashallah de bedoeling is goed Oké okay, nou, Laten we even een, een, een beeld schetsen Wanneer wil jij ongeveer gaan trouwen dan? Ja, ik denk vijf jaar is wel voldoende ongeveer. Weet je, misschien na drie jaar, maar oké. Okay. Wie geeft jou de garantie dat je morgen nog leeft, laatst aan drie jaar? Ja, Dat is vraag één. Niemand. Maar ik ben nog wel jong, ja oké. Okay, maar vandaag de dag sterf zo jong als oud, weet je. Dus die garantie heb je helemaal niet. Ja. En om wie gaat het uiteindelijk? Gaat het om Allah, dat die bepaalt uh, welke stap je wel of niet kunt zetten? Of gaat het om jou? Want heel vaak zul je zien, wanneer je aan het halame begint, dat van de ene deur, uh, uh, het openen van de ene halame deur, opent weer de deur voor een andere harame zaak. Weet je? En op een gegeven moment raak je helemaal verdwaald daarin. Ja. Dus sluit die deuren. Allah zegt niet van, um, verricht geen zina. Allah zegt, la ja. taqrabu zina. Kom niet in de buurt van zina. Ja. Dat is heel iets anders dan verricht geen zina. Kom niet in de buurt, dat betekent dat je gewoon zoals die straat, waar je zina kunt verrichten, die vermijd je zelfs. Dus, hoe, hoe ver is de afstand tussen jou en het haramen, Is heel groot. Weet je? Dus ook dat is verboden. Dus ook de relatie alleen al is verboden. Ja. En oké, okay, dan komt even die goede intentie weer boven. Komt het weer voor. van ja, maar ik wil alleen maar zeker weten dat hij de correcte of juiste man voor mij is. Of dat de, de broeder zegt dat zij de juiste echtgenote van mij is. Oké, okay, geen probleem. Dat kan. Bezoek haar bij haar vader thuis. Voer daar een gesprek met haar broer erbij of met haar vader erbij. Praat zo lang als je wilt. Al wil je twintig keer langskomen als jij denkt dat dat nodig is voor het huwelijk, dan doe dat gewoon. En als jij een maand nodig hebt voor bedenktijd tussen elk gesprek, doe dat ook gewoon. Ja. Weet je, ik zou dat gewoon als ouder moeten accepteren, want ik wil het goede van mijn dochter of ik wil het goede van mijn zoon. Ja. En daar gaat het soms ook weer mis, dat is weer een ander verhaal, maar de islam, kijk, uh, al hetgene wat Allah ons heeft opgedragen, daarin zien wij goedheid. En al hetgene wat hij ons verboden heeft, daarin zien wij slechtheid. Ja. En dan kun je wel met één voorbeeld komen van waar het zogenaamd goed is gegaan, maar dat maakt dan de daad niet correct, weet je? Nee, klopt. Er zijn ook mensen die dronken achter het stuur hebben gezeten en die geen ongeluk hebben gemaakt. Ja. Gaan we dan zeggen, ja, maar omdat hij het heeft gedaan zonder ongeluk, kan ik het ook wel. Nee. Weet je? Precies. Dus, ja. Ik... ik um... Corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Ik heb wel eens gehoord van iemand dat Omar uh, ibn al-Ghattab, die heeft gezegd dat je eigenlijk een persoon ook uiteindelijk in drie zaken leert kennen. Ja. Of het in, in het uh, drijven van handel, dus de ja. tijara. Ja. Of als je op safar, op reis gaat met diegene. Ja. Ja. Of als laatste als je dus samen met elkaar gaat wonen. Dus ja. uiteindelijk, je hoort ook wel weer situaties waar mensen elkaar zelfs tien jaar kennen. En zodra ze onder één dak wonen, zie je dat ze na drie maanden uit elkaar gaan. Ja. Dan is ook weer de vraag, hoe wil je dat dan gaan verklaren? Want dat is weer ja. de andere kant van de extreme. Dus ja. dit laat zien dus dat zo'n haram relatie helemaal geen profijt heeft. Ja. En dat brengt mij op één punt, een ja. vraag die ik wil stellen. Want sowieso de mensen die nu ook kijken, misschien mm. kijken de mensen die zelfs nu op dit moment in een haram relatie zitten. Mm. Kunnen zij dit nog halal maken, ja of nee? Of moeten ze afstand nemen ja. van elkaar? Ja. 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 Voordat ik daar antwoord op ga geven, ga ik even naar het, voorbeeld, het mooie voorbeeld wat je noemde. Van Amrou Ghatab en die, die uitspraak nou. Handel drijven, daarin ga je echt, mensen, heel veel mensen zijn echt, uh, uh, hun focus zit echt op financiën, weet je, veel geld maken en zo, dus daarin leer je mensen kennen, dus is hij eerlijk uh, in zijn financiële transacties en omgang met ja. anderen. Het reizen, daar maak je echt beproevingen mee en dan merk je echt dat iemand snel geïrriteerd is, helemaal geen geduld heeft, et cetera, geeft je een goed beeld van oké, okay, dus in moeilijke situaties is hij dus zo, weet je. Maar men kan zeggen, bij dat derde voorbeeld, kan men zeggen van... en daarom wil ik juist met iemand samenwonen... want dan pas kan ik weten hoe hij dan onder één dak is met mij. Weet je? Dat ja. zou men kunnen bedenken. Weet je? En dat als een soort van argument kunnen gebruiken. Oh ja, maar, ja. maar dat is niet de enige manier. Je kunt ook de mensen onder één dak met hem vragen... zoals zijn broers en zijn zus en zijn vader en moeder... Weet je? van hoe is hij eigenlijk in huis? Kijk, wij zijn geleerd om oprecht en eerlijk te zijn... En niet voor onze broers dus op te komen van, zij is echt, nee, nee. Ik moet je heel eerlijk vertellen, ik ken iemand, subhanallah. Een broeder ging een vrouw om de hand vragen, bij haar ouders thuis. En weet je wat haar opa zei? Echt gewoon zo, direct. Want ze had geen vader, die was overleden, rahmallah. Hij zei direct, hij zegt van, het is een hele aardige meid, et cetera. Maar uh, ze praat wel echt heel erg hard. Dus uh, dat vindt ze heel normaal. Maar ze praat met een hele verheven stem, weet je. Nou, hij kon daar wel om lachen. En dat meisje ja, werd een beetje, het schaamrood zat haar op haar kaken, als het ware, van oké. Okay. Maar hij vertelt hem wel de waarheid, van als je gaat trouwen, dan, dan kun je, moet je hier maar mee leren leven, bijvoorbeeld. Dus, ja. En moslim houdt niets achter. Ja. En dat zegt ook de profeet, als hij in het drijven van handel, van handelswaar. Hij zegt, mm -hmm. en dit is ook een boodschap naar de ouders. Weet je, dit, is, dit is een plicht, ik moet gewoon openheid geven over mijn zus. Dit is, heeft niks met het bedekken te maken van een ander, want hier gaat het juist om openheid en eerlijkheid. Want dan zal mijn zus ook langer getruid, getrouwd blijven. of mijn broer langer getrouwd blijven. Ja, succesvol huwelijk Succesvol huwelijk. Ja. Dus de profeet, als hij hem zegt over Spons. handeldrijven. en soms heeft iets met een ander onderwerp te maken. maar je kunt het overal toepassen. want de islam heeft met alle facetten van het leven te maken eigenlijk. Hij zegt. Ja. twee personen die handel willen drijven met elkaar. die hebben allebei de vrije keuze. om door te gaan en te kopen of niet, weet je. Ja. Zolang zij niet uit elkaar gaan. En dan, nu komt het, en hier draait het ons, het hele verhaal dat we tot nu toe hebben uh, of het gesprek, wat we hebben gehad, draait hier om. Hij zegt, Fa in hij zegt Fa in wa sadaqa fi Als zij allebei duidelijkheid hebben gegeven, openheid van zaken, en eerlijk zijn geweest, zal hun handelswaar gezegend worden. Wa in ketama wa muhiqat barakatu ba en als zij hebben bedekt en juist dingen hebben verscholen voor elkaar, en geen openheid hebben gegeven en gelogen hebben zelfs, ja. dan zal de baraka opgeheven worden van hun handelswaar. Ja. Dus al heb jij een auto van 20.000 euro, verkocht voor 25.000 euro, of hij was maar 15 waard, die je voor 20, en dan denk je, ik, ik heb 5.000 winst, maar je zult zien dat je straks naar de eerste hulp moet met je kind, of een rekening van de belasting krijgt, of andere problemen, en je bent je geld in één keer kwijt. Ja. Dus er zit geen baraka in. Terug naar jouw vraag. Oh ja, uh, ja. Dat was dus van, uh, je zei van... Uh, ik zit in een haram relatie. Ja. Kan ik het nog halal maken? Ja, ja of nee? Zeker. Het antwoord is ja. Je kunt het nog halal maken. Hoe? Ja, je mag niet met de intentie een uh, haram relatie ingaan en van uiteindelijk wil ik het halal maken. Want zoals we net zeiden, je hebt niet de garantie dat je morgen nog leeft. Ja. Maar stel je voor dat je echt gewoon onwetend was. Hè, en, en je was helemaal niet bewust met je geloof bezig. En alhamdulillah, je hebt een... Goede vrouw gevonden, goed zeg maar in haar karaktereigenschappen. Ook al zijn jullie allebei onwetend geweest en hadden jullie dit echt wel moeten weten, et cetera. En je denkt van oké, okay, ik wil hem halal maken, dan kan dat inderdaad, maar dan zijn er wel voorwaarden aan verbonden. Ja. Wat zijn die voorwaarden? Oprechtheid, dat is één. Ten tweede ook spijt voor de harame tijd die je hebt meegemaakt met elkaar. Zeker. En ze moeten een bepaalde periode uit elkaar gaan om even die harame relatie te Af te sluiten, al is het een maand, al is het een menstruatieperiode. Waarom? Want we moeten zeker weten dat zij niet een kind draagt vanuit de harame periode. Dus de man die wil met een schone lijn met haar beginnen en de vrouw wil met een schone lijn met haar man beginnen. Ja. Dus je gaat het heel maken. Ja. Je gaat even naar het gemeentehuis, van mij wat betekent je een imam erbij, of je gaat naar een consulaat. Uh, uh, er komt een akte, uh, dus een huwelijksakte komt erbij. En vanaf nu zijn we getrouwd. Nadat je een periode uit elkaar bent geweest, al is dat twee weken geweest bijvoorbeeld, van je weet zeker van: oké, okay, mijn situatieperiode is ingegaan, is uitgegaan, dus dus niet zwanger. Oké, okay, we hebben allebei Toba verricht. Jij bent oprecht geweest in jouw Toba. Toba betekent dus dat je Allah oprecht om vergeving vraagt. Zeker. De, uh, de wassing verricht, de doel verricht. Het gebed. En Allah op de vraag: oké, u heeft mij begunstigd dat ik nog steeds in leven ben. Ik ben gezond, alhamdulillah. Ik heb fouten gemaakt. Het heeft vijf jaar geduurd voordat ik dat heb ingezien. Maar Allah is geeft gezind. En Vanaf nu wil ik oprecht beginnen. En dan pas begint dat islamitische huwelijk vanaf dat moment. Al is er voor de mensen weinig veranderd. Het gaat erom dat je het op deze manier hebt gedaan. Je familie ervan weet bijvoorbeeld, je naaste. En vanaf dat moment is het echt jouw vrouw of jouw man. En dan weet je wat je van elkaar kunt verwachten qua islamitische rechten en plichten. Ja, ik denk dat dat een uitbundig antwoord is. Ja. Dus even een samenvatting. Uh, wat ik dus net zei. Uh, we zien veel scheidingen. Ja. Uh, veel kinderen die dus uh, gedupeerd zijn door ja. scheidingen. Dat is het volgende. We hebben gezien dus dat bruiloften zonder baraka, haram relaties, het uithuwelijken, dit soort zaken kunnen leiden tot uh, dat een uh, huwelijk niet uiteindelijk goed tot stand komt, omdat uh, ja, de fundering, de fundamenten er ja. niet zijn, omdat je dus eigenlijk slecht bent begonnen ja. en uh, uiteindelijk met de vraag over dat een haram relatie als je daar dus nu op dit moment in zit dat je weet dat je onwetend bent uh, of je was onwetend sorry ja. en nu wil je de stap gaan zetten naar halal dan kan dat zeker en dan heb je dus nu ook onze uh, de stappenplan uitgelegd ja. dus ik denk nu dat we uh, dit stukje kunnen afsluiten we kunnen nu eigenlijk doorgaan naar het volgende punt dus stel als je alles halal hebt aangepakt uh, je bent dus langs de vader geweest of langs de broer je hebt een gesprek gevoerd, je hebt kennis gemaakt, je hebt een bruidschat afgesproken, je bent eigenlijk door alle processen heen geweest om uiteindelijk te trouwen. Ja. En je zit nu in een huwelijk. Ja. Allereerst, voordat ik überhaupt wil spreken over uh, de, problemen de, of de problemen en de, ja. de, de issues die er zijn, ja. wat is het huwelijk binnen de islam? Wat ja. houdt dat allemaal in? Het concept huwelijk? Ja. Mooie vraag. Kijk, we, we hebben het hier sowieso niet over een verkering. Sommige mensen denken echt gewoon van: weet je, je komt gewoon samen, je gaat met elkaar. Weet je, het is allemaal uh, koeken en zo. Ja. Nee, het is, het is echt iets groots. Het is een hele grote verantwoordelijkheid. En een hele grote uh, verbond wat je met elkaar aangaat. Want Allah spreekt ook in de Koran over een methaaqen Een heel grote acte, een hele grote verheven ja, uh, afspraak die met elkaar aangaat. Als je alleen al kijkt naar uh, de verloving. De verloving is al een belofte. Waardu waaadu bi zawaj een belofte van dat je met iemand wilt trouwen. Het maakt haar nog niet heilig van jou. Je mag nog niet met haar gaan shoppen, et cetera. Maar dat is al een belofte. En niemand anders mag haar op dat moment om de hand vragen. Ja. Zo, zo verheven is al. alleen al die fase. Terwijl het nog helemaal je vrouw niet is. Weet je? Uh, laat staan dat er ook nog eens een huwelijk heeft plaatsgevonden. Een bruiloft heeft plaatsgevonden. Dan... Ja, ga je echt een nieuwe fase in. Een hele uh, belangrijke fase, een hele mooie fase. Iets waar ook de mens behoefte aan heeft. Hè? Het, is, uh, het heeft zoveel voordelen, de voortplanting van mensen samenkomen, Rahme, de innerlijke rust, uh, uh, liefde, etcetera. Dus het is echt iets groots. Alleen uh, je merkt in alles. Wat, wat met mensen te maken heeft, al gaan er staan, overal zijn gewoon afspraken, overal zijn bepaalde verwachtingen, overal heb je te maken met rechten en plichten. Ja. Dat is in het verkeer zo, dat is in, eh, op je werk zo, bij je studie en ook in het huwelijk. Eh, maar soms helaas merk je dat mensen eh, ermee kunnen leven dat je niet door rood licht mag rijden, weet je, als het om een stoplicht gaat en dat je echt wel recht hebt op een boete als je dat wel doet. Maar wanneer je zegt van dit zijn de gevolgen van jouw handeling in het huwelijk, ja, nee, ik, ik heb echt een andere mening. Hè. Hoe bedoel je een andere mening? Ja. Weet je, dat, dat zeg je ook niet in het verkeer. Je zegt ook niet volg een andere mening. Welke mening volg je? Ja, Rechts je de zijn... voorrang. Je kan niet zeggen ik ga, ik ga nu gas geven, ik ga door. Ja, want ik ja. volg een andere mening. Ja, welke mening? Weet je, dus je moet wel realistisch blijven. Je moet wel gewoon oprecht blijven. En soms moet je jezelf ook een, een spiegel voorhouden van mijn gedrag, is dat wel acceptabel als iemand zich zo gedraagt naar mij toe? Dus ja, het huwelijk is prachtig. Maar dit brengt ons ook meteen naar een van de oorzaken van scheidingen. Vaak hebben mensen zichzelf niet goed ingericht of ze hebben een verkeerd beeld over een huwelijk. Als je de hele dag scrolt over social media, breid of hier, bruiloft of hier, bruiloft of hier, bruidoft hier bruidoft een mooie bos, bloemen, rozen, witte Ferrari, witte jurk, oh, prachtig, dat wil ik ook. Als je denkt dat dat het huwelijk is, dan, dan, dan echt wel, dan sta je de plank helemaal mis. Ja. Het huwelijk is niet alleen maar roze geur en manenschijn. Het huwelijk is echt inspanning. Geduld hebben met elkaar. Ja, genieten aan de ene kant. En aan de andere kant ook wel wat voor, voor, voor elkaar over hebben. Ja. Er zijn zusters. En nogmaals, soms richt ik mijn boodschap naar de zussen. Soms naar de broeders. Maar er zijn zusters die in één keer over het huwelijk beginnen. En echt snel willen trouwen. Want ze zijn gisteren even bij een bruiloft geweest. Vond ik wel prachtig. Ja, maar dat is niet alleen maar het bruiloft. Weet je hoe hard die mensen hebben moeten werken om die bruiloft bij elkaar... Om dat te kunnen organiseren, om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Jij wilt zomaar uit het niets weer gaan trouwen. Hetzelfde geldt voor, ik ben gisteren bij een babyfeestje geweest. Zo mooi die baby, ik wil ook kinderen. Hoe bedoel je? Je bent al getrouwd. Ja. Weet je, heb je die zuster gevraagd hoeveel zij heeft moeten lijden voor die mooie baby? Weet je, dus altijd heeft die andere kant bekijken. Ja. Weet je, zij is getrouwd uh, vijf jaar geleden. Daar heeft ze heel veel moeite voor moeten doen en haar man ook. Uh, veel geduld met elkaar, ze hebben wat opgebouwd, hebben geïnvesteerd terwijl jij op je bank lag uh, met een zak Doritos chips en, en, en Ben Jerry ijs. <laughs> weet je, bij ja. wijze van. En uh, zij is negen maanden lang zwanger geweest, negen, negen maanden lang moeten lijden terwijl jij gewoon lekker in je bed lag. Weet je, en daarna moest ze bevallen van het kind. En daar kunnen wij niet over meepraten als mannen zijnde, maar dat is gewoon, je denkt dat het gewoon je einde wordt, weet je. Dat is hoe vrouwen het ervaren. Ja. En dan moet je nog nachtenlang wakker gaan liggen. Voor ik weet niet voor hoe lang. borstvoeding geven. En jij keert alleen even naar dat ene moment van dat kwartiertje. Dat je bij iemand baby op bezoek was. En zei van: ja. Ik wil ook een baby. Weet je? Dus realistisch zijn. Je moet echt gewoon jezelf even goed laten informeren. van wat is het huwelijk Want En dat is niet alleen maar die romantische mooie kant. die alle mensen op social media plaatsen. Ik heb nog nooit iemand zien huilen op social media. Van wat heb ik in een ellendig leven? Ja. Pas. En niemand maakt een foto van zijn bord wanneer hij gegeten heeft. Nee, wanneer het allemaal zo mooi eruit ziet, dan maken we een foto van. Ja. Dus al die andere kanten, die moeten gewoon, daar moet gewoon iemand mee geconfronteerd worden voordat hij überhaupt eraan kan beginnen. En je moet ook echt weten van, dit wil ik wel, dit wil ik niet. En dit is wat ik kan verwachten en dit moet ik ervoor over hebben. Ja, en ik heb daar dan meteen een vraag op. Mm -hmm. Dus nu zeg jij wel van, oké, okay, je moet dus wel realistisch blijven weten ja. van, oké, okay, Bijvoorbeeld een babyshower, een huwelijk uh, of ja, beter gezegd de bruiloft. Mm -hmm. Is maar een nacht, is misschien een deel van een dag. Ja. Heel veel plezier, mm. roze kleuren, manenschijn, ja. uh, witte jurk, witte Ferrari mm. en, uh, noem maar op alles drop en eraan. Ja. Maar, niet de rode roze vergeten, Ja, ja de, de rode, rode roze. Rood, niet roze zijn of zo, echt rood, ja, rood zo zijn. Rood, ja, ja. ja, donkerrood, bloedrood. Ja. Maar mijn hele punt is dus meer van. Wat kan nu die persoon gaan doen? Wat is jouw advies om dus uh, meer zeg maar, kennis op te doen op dit gebied? Modules ergens volgen? Ja, zeker. Kijk, ik hoor soms dat mensen bijvoorbeeld ook gezinskunde volgen voor het huwelijk. Zeker, zeker. Echt waar. Kijk, uh, we vinden het heel normaal om voor onze autorijbewijs rijwijs eerst theorie te moeten behalen. Weet ja. je? Het is vanzelfsprekend, niemand voert daar een discussie over. Ja. Weet je? Waarom? Want je hebt die kennis nodig. Voordat je überhaupt gaat leren hoe je een auto start en hoe je hem in zijn een zet, et cetera. Ja. leer je van hoe je, uh, zo hard mag je rijden, zo moet je rijden, dit zijn de regels. Daar mag je niet in rijden, daar wel. Dus, en zo zegt Imam in Bukhari, Rahimullah, zo mooi in zijn uh, Sahih in Bukhari. Hij zegt: Bab qabla De deur van, dat dus de titel van, van dat hoofdstuk wat hij begint. Hij zegt: kennis komt voor de daden en uitspraken. Dus we kunnen, we kunnen pas echt over praten als we de kennis over hebben opgedaan. Dat geldt voor alle soorten uh, kennis. Dat is in de medische wereld zo, dat is met alles zo. Ja. Dus uh, ook voor het huwelijk. Um, ja, en zijn de modules. Er zijn modules, vier weken, vijf weken, vier weken modules. Eén avond per week bijvoorbeeld. Dat je gewoon wordt, door het huwelijk wordt geleid eigenlijk van A tot Z. Uh, um, de stappen na het huwelijk toe. Uh, uh, tijdens het huwelijk, uh, hoe je met elkaar omgaat, et cetera. Dus dat is hamdullah. wordt in moskee onderwezen. Als je een beetje googelt, dan vind je vast wel iets en van tijd tot tijd komt dat gewoon constant weer terug. Uh, dus dat bestaat, je hebt ook bepaalde uh, vakken die onderwezen worden in een heel jaar tijd, dat heet gezinskunde, bijvoorbeeld, waarbij stil staat van oké, okay, wat zijn eigenlijk mijn rechten en plichten? Wat zijn zijn rechten en plichten, hoe dienen we met elkaar om te gaan? Ook ja. dat is heel belangrijk. En dat zorgt er alleen maar voor dat je gewoon beter weet hoe je met elkaar om dient te gaan. Ja. Weet je, kijk, de islam is een geloof wat niet alleen maar in de moskee wordt toegepast. Zoals sommige mensen denken, je, laat de islam in de moskee. Nee, de islam gaat echt samen met alle facetten, of praktiseren wij in alle facetten van het leven. Islam leert ons hoe we politiek moeten bedrijven. Islam leert ons hoe we moeten eten en drinken. Islam leert ons hoe we moeten trouwen en scheiden. Zelfs als scheiden, wat een negatieve iets is in het leven, of vaak zo wordt gezien. Islam leert ons hoe we op de juiste manier uit elkaar kunnen gaan, of dienen te gaan, als het gewoon niet meer gaat. Ja. Dus in alle facetten, handel drijven, onderwijs, werk, etc. Weet je, we hoeven het wiel niet nog een keer uit te vinden. Onze schepper, de schepper van de mensen, weet beter hoe hij de schepselen geschapen heeft. Precies. En daarom ja. doen wij het met zijn regels. Ja, ja, ja. Um, wat je dus net aangaf, dat we dus ook eigenlijk vanuit de islam hebben meegekregen ja. hoe je moet gaan scheiden. Mm -hmm. Ook al is het natuurlijk iets wat minder fijn is in het leven. Tuurlijk, ja. Maar als ik even terug ga kijken naar metgezellen. Mm -hmm. Dus de vrome voorgangers. De mensen die ja. eigenlijk in de tijd van de profeet wa sallam, leefden. En eigenlijk. De beste kennis hebben ja. als het komt uh, op het gebied van de islam. Maar zelfs deze mensen, waarvan zelfs sommige het paradijs zijn beloofd, mm -hmm. die scheiden. Ja. Dus het kunnen de beste mensen gebeuren dat ze scheiden, ja. natuurlijk. Um, dus het kan ook zo zijn dat, en dat is dus meer mijn vraag, dat als jij een praktiserende broeder of een praktiserende zuster bent ja. en je hebt alle processen halal, ja. alles is halal verlopen. Ja. Um, met dus de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, alsnog kan je dus een, de scheiding zien als een beproeving. Ja, oké. Okay. Dus kijk, het maakt, uh, wat ik vaak zeg, ik, ik maak wel situaties mee waarin ik moet bemiddelen tussen twee. Ja. En de ene keer lukt dat, en de andere keer heb je gewoon te maken met twee tegenpolen. gewoon. Weet je? ja. Ik heb situaties meegemaakt, dan was het gewoon van: oké, okay, dit is gewoon een miscommunicatie, jullie gaan net langs elkaar heen, mm -hmm. weet je. Um, Jij bedoelt dit, jij bedoelt dat. Het is te vergelijken met die foto van die negen en die zes. Weet je? Twee personen die tegenover elkaar staan. Eentje zegt negen en de ander zegt zes. Ja. Want de ene be 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 bekijkt het vanuit zijn hoek en de ander bekijkt het vanuit... Maar het gaat echt om hetzelfde, weet je? Ja. Dus die twee kun je nog bij elkaar brengen. En alhamdulillah, dat gebeurt redelijk vaak. Maar je hebt ook een andere soort. En die heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat ik echt gewoon alsof ik in een tenniswedstrijd zat. Ik zat zo. Ja. Weet je, van wat gebeurt hier, weet je. Hij zegt, zij doet er nog meer bovenop. En hij doet er weer nog meer bovenop. En, zij, en zo ging dat heen en weer. En op een gegeven moment moest ik zeggen van... Hé jongens, stop eens even. Stop, stop, stop even. Even helemaal stoppen. Jongens. Echt gewoon... Ik dacht van, wat is dit? Ja. Als jullie zo met elkaar omgaan... Ja, dan... Ik zou het geen tien minuten met jou uithouden. En ook geen tien minuten met jou uithouden, weet je. Dit moet echt anders. Ja. Dus... Um, ja, inderdaad. Er zijn situaties waarin het gewoon echt niet meer gaat. Mm -hmm. En dat kon zich ook voordoen in de tijd van de Sahaba, waardoor mensen scheiden. Maar dat maakt twee personen niet twee slechte personen. Weet je, en uh, heel veel mensen die vullen het in voor een ander. En dat is echt gewoon iets wat, wat, wat heel belangrijk is natuurlijk. Vul het niet voor een ander in. Dat ik van jou wil scheiden, betekent niet dat jij een slechte persoon bent. Of dat jij van mij wil scheiden, betekent niet dat ik een slechte persoon ben. Ja. We passen misschien gewoon niet bij elkaar. Je hebt een hele andere manier van handelen of denken. En ik heb een hele andere manier van handelen of denken. Dus inshallah zal er voor jou een betere man zijn. En voor mij een betere vrouw zijn. En ik ken ook echt situaties waarin twee personen samen hebben geleefd. En dit ging gewoon echt niet. En hoe moeilijk het ook is om te gaan scheiden. Want het is echt niet makkelijk. Nee. Maar nu zijn we ongeveer twintig jaar verder... En subhanallah, die ene zuster die toen dus nog geen kinderen had. en die ene broer die toen nog geen kinderen had. die het zo moeilijk hadden met die scheiding. die hebben nu allebei, zijn ze weer getrouwd. hertrouwd dus. en hebben allebei hun eigen gezin. en allebei bloeien ze gewoon. ze ja. genieten gewoon echt van hun, van hun, van hun gezin. Mm -hmm. En denk je van, dus huwelijk is niet altijd negatief. Ja. wij kunnen niet in de toekomst kijken. Allah subhanahu wa weet beter wat ons te wachten staat. Dus heb vertrouwen in hem. Doe er alles aan om mensen bij elkaar te houden. Mm -hmm. En uh, ik zeg ook vaak tegen mensen die proberen te bemiddelen: uh, wees water op het vuur en niet olie op het vuur. Weet je, ga niet mensen juist uit elkaar drijven, uh, maar probeer mensen bij elkaar te houden. Maar als je echt gewoon inziet, vooral vanaf de zijdein, want dan kun je soms beter zaken beoordelen: van deze twee, dit gaat nooit lukken, geef ze oprecht advies. Ja. Maar. Uh, uh, daarbij hoort ook nog het advies van hoe gaan we dan op de juiste manier uit elkaar. Want daarover uh, zegt Allah dat zo mooi. Van, let en zo of binnenkom. Vergeet het goede wat tot jullie, uh, tussen jullie heeft gespeeld. Vergeet dat niet. Ja. Ja. Uh, heel vaak hoor je van, ja, het was echt een hele slechte broeder. En weet je wat hij maar gedaan heeft? En, en dan hoor je hem van, ja, het was echt een hele slechte vrouw. Weet je wat ze allemaal deed? Oké. Okay. Ik vind dan echt gewoon de persoon die ik dan voor me heb, die, ik, stel, ik, 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 ik hou ervan om mensen te observeren. Ik wil even kijken van oké, okay, wat speelt hier? Ziet hij zelf in ja of nee? En dan zeg ik tegen die persoon van oké. Okay. En uh, zo, dat heeft ze allemaal gedaan, ja. En je hebt dat alles, allemaal geaccepteerd. Uh, 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 ja, ja, ik ben heel geduldig geweest. Oké. Okay. En hoe lang ben je getrouwd geweest? Ja, vijf jaar. Oké, okay, en vijf jaar, dag in, dag uit, was hij zo slecht. Uh, 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 ja, ja, eigenlijk wel, weet je. En dan probeer ik de persoon in te laten zien. Maar weet je wel wat je zegt? Dus jij hebt vijf jaar lang negativiteit heb jij geaccepteerd. En ja. dan pas komt hij tot die inzicht van: hé, hey, wacht eens even, het was niet vijf jaar lang alleen maar negatief. En ziet die zuster in van hey, het was niet vijf jaar lang alleen. Mee. We hebben zoveel mooie momenten meegemaakt, zoveel strandwandelingen, zoveel momenten gelachen dat we moesten huilen van het lachen. Mm. Zoveel prachtige momenten, uh, intimiteit, et cetera. En ja, uiteindelijk gebeurde dit en dat. En dat had gewoon een hele negatief effect op ons leger, uh, le uh, leven. En daarom zijn we gescheiden. Oké, okay, nou vergeet dan al die mooie jaren niet. Want echt waar, het gaat niet alleen maar om van ik ga hem nu afschilderen als een hele slechte persoon, nee. Het heeft ook een negatief effect op jouzelf. Fysiek en mentaal. Als je alleen maar rondloopt, maar wat was hij een slechte man? Of wat was hij een slechte vrouw? Dan ben je gewoon constant negatief ingesteld. Ja. En het heeft ook echt een negatief effect op jezelf. Dus hoe wil je door het leven gaan? Ja. Je had het net over uh, dat je dus soms als bemiddelaar uh, dient. Dus ja. ik wil even een klein stapje teruggaan. Mm. Stel dus als het niet lukt, mm. wat zeg je tegen mensen dat ze langs familie, vrienden advies moeten vragen om dat op te lossen? Ja. Of langs een bemiddelaar? Wat, wat is wij? Ja, ik, ik zou dan zeggen wat Allah subhanahu wa ta'ala in Koran heeft gezegd. Van, uh, hij, in de Koran heeft Allah subhanahu wa ta'ala zoveel situaties uitgelegd van het huwelijk, hoe te trouwen, hoe te scheiden, et cetera. Mm -hmm. Positieve momenten, negatieve momenten. En als hij dan heeft over... Uh, Hu problemen dan zegt hij febaathu hakemen min ahlihi wa min ahliha. Weet je, van, uh, um, als ze dan samen niet uitkomen, en ze willen echt wel gewoon een soort van verzoening, ze hebben een probleem, uh, of ze komen er samen niet meer uit, zorg er dan voor dat er een persoon bij kan zijn of bij betrokken wordt vanuit zijn familie en een persoon vanuit haar familie, maar let op, het gaat hier niet alleen maar om familiebanden, nee, hakemen uh, hier wordt gesproken over iemand die een, uh, een rol heeft, een, een wijze persoon. Dus niet iemand die olie op het vuur gooit, maar een wijze persoon mm -hmm. die juist met de intentie komt van ik wil ze juist, ik wil ze juist gaan verzoenen, ik wil ze juist bij elkaar gaan houden. Ik wil juist het probleem oplossen. Ja. Uh, dus een persoon van, van zijn kant, een persoon van haar kant, twee wijze, het liefst oudere personen. Die beide uit laten praten. En beiden ook kunnen afremmen, soms. Ze zeggen van: wacht even, let op. Let op je woorden, let op je formulering. Op die manier ga je niet met elkaar om. Weet je, je kunt wel mijn dochter zijn, heel fijn. Maar ik accepteer niet dat je je man zo aanspreekt, weet je. Ja. Dus uh, soms uh, sta je aan zijn kant, soms aan haar kant. Je bent gewoon echt gewoon neutraal, moet je erin staan. Gewoon een scheidsrechter als dat. Een soort van scheidsrechters. Ja. Die het probleem dan proberen te sussen en op te lossen. Want er is echt waar, er is geen gezin op de wereld waar geen problemen zijn. Precies. Weet je? En subhanallah, mijn vader, die zei een keer: ik vind het echt zo'n mooi, prachtig voorbeeld wat ik vaak benoem. Hij zei een keer tegen mij: hij zei, ik kan me nog herinneren. Uh, hij had het echt over de jaren tachtig ongeveer. Dat hij vanuit Nederland ging hij naar Marokko toe. En wij wonen in een dorp in het zuiden van Marokko. En die tijd had je heel weinig auto's in het dorp. En mensen waren echt afhankelijk van anderen. Voordat ze naar de stad konden gaan, als ze een dokter wilden bezoeken of zo. Van anderen die een auto hadden. En op een dag werd er aangeklopt in de ochtend. En er stond een kind voor de deur en die zei tegen mijn vader van ja, mijn moeder die zegt van als u vandaag naar de stad gaat, um, stuur dan even naar mij toe, iemand naar mij toe, want ik wil echt per se vandaag met jou meegaan richting de stad. Ja. Dus hij dacht van die mevrouw is misschien ziek, ze wil naar een dokter toe. Hij zegt geen probleem. Toen was het moment aangebroken dat hij wil vertrekken. Dus hij stuurt even iemand van ja, je moeder kan komen. En toen stapte die vrouw achter in de auto. Mijn vader startte de auto. En hij had het gevoel van, dit, dit voelt niet lekker, dit er, mogelijk is er iets. Dus toen zei hij tegen haar, gaat het wel goed met je? Toen zei ze tegen hem, ja, ik wil echt gewoon niets meer met hem te maken hebben. Ik wil scheiden van hem en ik wil vandaag terug naar mijn ouders gaan. Mijn vader die was even stil en die zei tegen haar, van, luister. Hij zegt, er is geen één gezin op de wereld waar geen problemen zijn. En dat is het huwelijksleven. Het is van en opstaan. En soms samen problemen oplossen in plaats van vluchten voor problemen. Hij zegt: Ga stap uit de auto. Ga terug naar je huis. Je hebt een paar kinderen. Weet je, die worden hier de dupe van. Ja. En ze had, op dat moment had ze twee kinderen. En Subhanallah, ze stapte uit en ze ging terug naar huis. En weet je wat mijn vader nu tegen mij zegt, ongeveer dertig jaar later? zei hij nog geen jaar geleden tegen mij: Hij zegt van: Moet je je voorstellen? Hij zegt: Die mevrouw heeft nu zes of zeven kinderen. En ze is gelukkig getrouwd. Ik kon heel makkelijk de auto starten en zeggen: Wat is de echte man? Ik, bracht, ik kon haar makkelijk terug bij haar ouders. En die zouden misschien nog blij zijn en zeggen: van, Wat heb jij een goede daad verricht? Je ja. hebt onze dochter naar huis gebracht. Maar hij zegt: Zo gaan we niet met elkaar om. Ja. Weet je, soms moeten we elkaar echt gewoon oprechte adviezen geven. En dat is niet altijd fijn. En dan zegt hij erbij: Hij zegt van, in onze dialect, Hassania, in het van de Rok, hij zegt: En ja. je De waarheid kan soms een beetje bot zijn en bittere zijn. Maar echt waar, soms moeten we elkaar even op die manier aanspreken in plaats van dat ik jou alleen maar laat horen wat jij wilt horen en jij laat mij alleen maar horen wat ik wil horen. Ja. Dus een ja, echt oprechte persoon, die gaat niet altijd aan jouw kant staan. Ja, precies. Soms houdt hij een spiegel voor en zegt: ja, maar wat jij hebt gedaan kan ook niet. Klopt. Want weet je wat het is? Je ziet bijvoorbeeld nu ook op uh, social media, op ja. bepaalde pagina's, dat mm -hmm. iemand daar zijn huwelijksprobleem dan uh, uh, op beeld ja. zet. Ja. En in de comments, zie ja, scheid van hem. En uh, je moet niks met hem te maken. Pak je spullen en ga weg. Weet je? En dan denk ah. ik, waarom zet je al jouw problemen ook uh, op social media bij andere mensen neer? Ja. Dat is één. Tweede, waar ik ook heel erg naar benieuwd ben. Want jij zegt dat je dus wel eens bemiddelt. Nemen mensen hun kinderen wel in, in, in de overweging mee? Of vergeten ze dat op dat moment? Meestal gaat het om mij. Ik voel dit. Mij is dit aangedaan. Ik vind dit. Ik, 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 ik. En dan denk ik bij mezelf van weet je Denk je nou echt dat je de enige bent die, in dit, uh, die een rol speelt in dit huwelijk? Je bent ja. niet alleen. Weet je? Je, je hebt een man, jij bent er en je hebt nog een paar kinderen. En je ja. hebt nog heel veel familieleden die je allemaal mee gaat sleuren in jouw problemen. Ja. Weet je, maar terug naar dat voorbeeld van social media. Ik denk dat het soms meer zegt over de persoon dan over het probleem. Het klinkt heel hard en misschien bot, maar ik denk dat het meer, wat meer zegt over de persoon en hoe hij of zij omgaat met zijn emoties. We hebben zelfs, in de islam, of we hebben vandaag de dag zelfs cursussen met als thema je emoties de baas zijn. Weet je, als je iemand vraagt van, ja, wat vind jij van jezelf? Ja, goede persoon, oprecht, dit en dat. En uh, ja, hoe ga je met anderen om? Ja, goed man, echt, ja, echt goed, goed, ja, goed oké. Okay. Weet je, maar vraag de mensen om hem heen of om haar heen, wat vinden jullie van haar? Ja, arrogant. Uh, ja. ja, echt iemand die, uh, uh, weet je, um, Bot is, uh, uh, denkt alleen maar aan zichzelf, egoïstisch. Weet je, dus vraag je iemand, je hoort bijna niemand zeggen over zichzelf: van ik ben een narcist. Ja, Hè? dat hoor je niet, weet je. Nee, iedereen is fout. Mensen, mensen hebben helemaal begrijpen niks van de, van, van de wereld. En, weet je, uh, ja, ik, uh, ik heb ze nogal advies gegeven, maar ze wouden niet luisteren. En ik heb nog dit gezegd, maar subhanallah, als je echt verdiept in situaties. En dat moet echt gebeuren. Van, ik denk dat wij als moslims zijn het nog veel te weinig anderen betrekken bij onze huwelijksproblemen. En als we iemand betrekken, zijn het vaak de verkeerde personen. Ja. Zij stapt meteen naar haar vriendin, en weet je wat hij tegen mij zei, weet je hoe laat hij gisteren thuis kwam. Hij zegt weer tegen zijn vrienden, ja ik heb gisteren helemaal geen eten gekregen thuis. Zo, so, ja. nou, ik was al aanvraag gescheiden. Hij ja. vertelt niet wat hij allemaal gedaan heeft. En hij vertelt niet wat er allemaal gebeurde. En hij ja. vertelt niet hoe hij had bekritiseerd en hoe bot hij was. En dat hij zei, zei, jij hebt nog nooit goed gekookt. En zij vergeet ook weer wat zij gezegd heeft. En subhanallah, kijk, ik kan niet mijn focus alleen maar op uh, adviezen naar de vrouw of naar de man. Het gaat overal verkeerd, weet je, dat voor de duidelijkheid. En als je kijkt naar de islam, dan zie je ook dat het altijd genuanceerd wordt. Ja. De profeet, salam, heeft gesproken over de rechten van de vrouw en hoe belangrijk de vrouw in ons leven is. Ja. Zonder jouw moeder wat, wat, zat jij hier niet. Precies. Oh, en jouw moeder is een vrouw. Ja. En je hebt een zus, en je hebt een kind, je hebt een dochter. Je hebt... Dus uh, een maatschappij zonder vrouw bestaat niet. Ja. En een maatschappij zonder mannen bestaat ook niet. Precies. Dus we zijn gewoon onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Waar we ook gaan of staan, we hebben elkaar gewoon nodig. Weet je? Ja. En uh, alleen maar op die manier kunnen wij onszelf voortplanten en voort, uh, voortbestaan. Ja. Maar goed, gaat het mis. Oké, okay, kan gebeuren. Maar betrek de juiste personen erbij. Ga nooit de vuile was buiten hangen. Ga nooit de vuile was buiten hangen. Ja. En in deze zin wil ik het liefst nog tien keer herhalen, want dat gebeurt wel. Nee, dat doe ik niet. En dan doen ze het wel, weet je? Ja. Dat kan iedereen. En subhanallah, in, in, in Marokko hebben we gezegd van, uh, glas kun je lijmen, maar de, 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 de scherven kun je lijmen, maar de, 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 dinges, de, de, de littekens, littekens zullen vooral altijd blijven. Ja, ja. Weet je? Ja. En daarom is het echt gewoon van goed nadenken over hoe jij omgaat. Oké, okay, ik voel me aangevallen. Ik voel me onterecht behandeld. Ik voel ik voel ik voel ja, oké, okay, maar hoe ga ik hiermee om met die gevoelens? En niet alles wat ik voel is ook zo bedoeld. Ja. Dus ja, en toen wou hij scheiden. Oké, okay, zei hij dat? Nee, maar dat bedoelt hij wel. Hè? Huh? Hoe bedoel je bedoelt hij wel? Heeft hij dat nou gezegd of niet? Nee, heeft hij niet gezegd, maar dat bedoel Oh, jij weet dus beter wat hij voelt en wat hij aan plannen heeft in de toekomst. Weet je, dat je niet iets voor een ander invult. Gebeurt heel vaak. Zowel bij de man als bij de vrouw. Ja. Dus echt je emoties onder controle kunnen houden. Soms dingen even laten rusten. Zoals een broeder een keer heel mooi zei. Een, oude, een, wijzere, een ouder en wijzere broeder. Ik vroeg hem van, oké, okay, maar stel je voor dat het bij jou thuis misgaat. Wat doe je dan? Hij zei, dan ga ik naar de douche toe en dan verricht ik de wotel. Ik zei, oké. Okay. Dan kom je terug naar de huiskamer en je vrouw is nog steeds boos en is nog steeds aan het gieren en uh, het tieren en ik weet niet wat allemaal. Hij zegt: dan ga ik naar de moskee toe, om mijn gebed te verrichten. Ik zei: oké okay, en dan? Hij zegt: in 9 van de 10 gevallen, als ik thuis kom, heeft zij wat ruimte gehad voor zichzelf. En is echt al helemaal gekalmeerd. En ik ook. Ik heb de Wobodoe verricht. Ik voel mezelf al wat koeler. Uh, niet met een heet hoofd. Ik ben zelfs in de moskee geweest. Dan gaat ik kan in, het gesprek niet. Aan. in gesprek gaat hij ook met mensen in de moskee gewoon even alles goed. Je kunt niet iemand boos aankijken. Ja. Iemand die lacht naar jou in de moskee, jij kijkt hem boos aan. Want Precies. ik heb net al akkefietje. Ja, dat is met jou en je vrouw. Ja. Los dat thuis maar op. Maar gedraag je wel normaal naar mij toe. Weet je? Dus automatisch ga je ook lachen naar anderen. Automatisch merk je dat de gemoederen gewoon. Alles verandert gewoon. Weet je? En dan kom je thuis in een heel andere situatie. En dan kunnen we even rustig gaan zitten. Van oké, okay, wat gebeurde er nou net? Ja. Weet je, of dat bericht wat jij net stuurde naar mij. Weet je, niet meteen reageren, maar even het bericht even twee of drie keer lezen. En een, een broeder, die manager is, hij vertelde me een keer echt zo mooi. Hij zei: Van ik had een mail gekregen, het deed wat met me, ik reageerde meteen erop. En die klant, die werd daar echt boos om. En op een gegeven moment ontstond er echt een probleem. En blijkbaar heeft hij de mail op een bepaalde manier gelezen. En hij was al een beetje geprikkeld, reageerde een beetje bot. De klant die vond dat gewoon totaal niet kunnen. Maar toen vroeg hij aan zijn baas. Hij zegt van, hé uh, hey Hans, hij zegt, hoe had jij dit eigenlijk gedaan? En stel je voor dat jij in die situatie zit en je ontvangt een bericht. Weet je, hier kunnen we echt veel van leren. Hè? Weet je wat die baas tegen hem zei? Hij zei van, altijd als ik een bericht ontvang en ik merk dat het wat met me doet. Ik kan er echt op, opwinden of ik kan boos worden erom, of wat dan ook. Laat ik hem altijd voor twee dagen liggen. Ik reageer nooit binnen die twee dagen. Doe ja. ik gewoon niet. Ik ga een wandeling maken, ik ga mijn dingen doen. En ik merk gewoon over twee dagen dat ik de mail op een hele andere manier lees dan in het eerste moment. En dan merk ik ook dat ik op een hele andere manier erop reageer. En ik heb genoeg tijd gehad om erover na te denken. Ja. Weet je, je bent al vijf jaar getrouwd, of zeven jaar, of veertien jaar. Wat maakt nou één dag uit? Gewoon van hé, hey, schat, vandaag praten we er even niet over. Gewoon laat het even voor wat het is. Ik ga gewoon mijn ding doen, jij doet even je ding, morgen gaan we erover praten. Of over twee dagen gaan we voor rustig zitten en praten wel. Ja. Dus even kort samengevat, want ik wil dit stuk nu ook gaan afsluiten. Mm -hmm. Is dus um, allereerst, het huwelijk is een belangrijk concept. We moeten weten gewoon van, oké, okay, waarvoor dient het huwelijk? En als je dat niet weet, volg lessen, gezinskunde. Ja. Dus je hebt modules van vier weken, ook een module van een jaar. Dat is ja. wat je aangaf. Voor de rest gaf je ook aan. Um, dat natuurlijk, je moet weten dat huwelijk niet alleen één dag bruiloft is, witte jurk, et cetera. Ja. Het is natuurlijk ook dat je moet weten dat, er dus, dat het ook zwoegen is en hard werken is binnen een huwelijk Zeker. om een huwelijk goed in stand te houden. Zeker. En je gaf ook nog aan dat, oké, okay, mocht je dus problemen hebben, hmm. ga dus naar mensen die wijs zijn. Ga ja. niet zomaar naar mensen afstappen die uh, partijdig zijn, ja. uh, maar juist mensen die neutraal zijn, als een scheids bijvoorbeeld. Ja, ja. En niet daarop uh, veel te veel uh, uh, ja. zeg maar, naar vrienden gaan en dat soort dingen niet veel delen. Ja, met zeker. En dan even hierover. Um, in, er wordt gesproken over en Iemand van zijn familie. Iemand. Maar als je ziet dat de familie niet aanspreekbaar is, dan vervalt dit stukje natuurlijk. Dan ga je ja. naar een andere persoon kijken die wel geschikt is. Ja. Ja. Als, je, als je als familie gewoon weet van, oké, okay, het zijn een en al hoofden Gewoon even, weet je. Ja. Dat, dat is soms het geval. Ja, dan ga je die niet erbij betrekken. Mm -hmm. Dus dan zou je bijvoorbeeld aan een imam kunnen gaan. Er zijn docenten die zich hierin kunnen mengen. Als bemiddelaars. Als, als bemiddelaars, weet je. Ja. Maar de grootste fout die je kunt maken, is iemand één kant van het verhaal vertellen. En op basis daarvan een antwoord willen krijgen. Nou, dat, dat bestaat niet. Elk ja. verhaal kan twee kanten. Ja. En als die persoon niet verkeerd is, dan kan het misschien verkeerd begrepen zijn. Dus dan heb je iemand nodig die neutraal erin staat en probeert ja. te bemiddelen. Nou, je hebt uh, even natuurlijk best wel breed uitgelegd over de rechten en plichten van dat je daar ook de dus kennis dient op te ja. doen over, dat je weet wat het concept is van een huwelijk. Ja. Kan je mij een aantal motieven vertellen? Want stel als het toch naar een scheiding moet, want ja. dat kan natuurlijk, dat hebben we ook besproken ja. net, de metgezellen zijn ook gescheiden ja. geweest. Dus Het kan ook een beproeving zijn. Ja. Wat kunnen een aantal motieven zijn? Dat is eigenlijk het laatste wat ik nog wil weten. Ja, wat zijn ja. dingen dat je zegt, oké, okay, dit is een geldige reden ja. dat jullie twee uit elkaar kunnen gaan? Ja, ja. Kijk, er zijn dingen die we al gewoon bijvoorbeeld duidelijk weten. Bijvoorbeeld het stukje vreemd gaan of ja. je komt opeens erachter. Hij is een drugsdealer, zijn inkomen is compleet ja. haram. Hij heeft ja. gewoon gelogen bij ja. wijze van of iemand die opeens stopt en totaal het gebed niet meer wil verrichten. Ja. Wat, zijn, wat zijn andere dingen die je ja. daar nog bij kunnen kijken? Ja. Voordat ik hier antwoord op kan uh, geven, wil ik even stilstaan bij het oordeel van scheiden. Want ook daar is heel veel onduidelijkheid over. Ja. Uh, de ene gaat er heel lax en makkelijk mee om. Hè? Van het eten was koud, weet je wat, dan gaan we maar scheiden. En soms gaan men, maakt men er ook nog eens grapjes over. Weet je? En dat is al echt gewoon, dat kan gewoon niet, is gewoon nat dan. Wat bedoel je met grapjes? Uh, bijvoorbeeld, oké, okay, nou dan zijn we hierbij gescheiden. En dan ziet je die vrouw helemaal wat zeg je? Dat was gewoon een grapje, weet je Okay. In de islam is het onderwerp scheiding, het huwelijk en scheiding is, is zo serieus. Hier, hier maak je geen grapjes over. Okay. Uh, de profeet Sallassam zei zelfs in een authentieke overlevering: hij zegt: Hij zegt. <corona cardioKapı veter councils> Drie zaken. Hij zegt van uh, het serieus daarin zijn, is gewoon serieus. En het grapjes maken daarover is ook serieus. Dat wil zeggen, van als je dit uitspreekt nu. Dan, 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 dan telt het gewoon. Subhanallah. En toen had hij het onder andere over. Hij had het over drie zijden. Hij zegt. Talaku wal itaqo. Dus hij zegt van. Talak. Dus het uitspreken van talak. Het, het vrijlaten van een slaaf. Nou, in die tijd bestonden bijvoorbeeld slaven, et cetera. Je kon niet tegen een slaaf zeggen van. Je bent hierbij vrij. Omwille van Allah. Hij helemaal blij? dan zeg een je. Grap. 1 april. Ja, ja, ja. Nee, dat bestaat <laughs> niet. Als je dat <laughs> tegen iemand zegt, dan, dan is hij ook gewoon vrij. Punt uit. Weet ja. je? En zo ook, dus uh, het, het trouwen. Als je tegen iemand zegt: ik trouw hierbij met jou, je kunt daar geen grapjes over maken. Van, ja. uh, ik, uh, weet je nog, gisteren wat ik jou zei dat we getrouwd zijn? Weet je wat? Toen je zo blij werd, ja, ik maak gewoon een grap. Ja, 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 ja. Weet je, dit bestaat dus niet, weet je? Mm -hmm. je met deze drie zaken kan je niet dollen, zeg maar. Kun je niet dollen. Ja, oké, okay. okay. um, Dan, dus het oordeel verscheiden, want ook hier is veel onduidelijkheid over. Want sommige mensen zeggen van: Ja, weet je wat hij toen deed? Ja, echt een broeder, man. Hij is gescheiden van zijn vrouw. Mm -hmm. Oké, okay. en toen? Ja, hij is gescheiden. Ja, oké, okay. en toen? Ja, gescheiden. Weet je, gescheiden. Ze leven niet meer samen, ze zijn gescheiden. Ik zeg, ja, oké, okay, maar wat wil je nu zeggen? Wat, waarom is hij dan slecht? Ja, omdat hij gescheiden is. Oké, okay, maar dus iedereen die gescheiden is, is slecht. Onder Sahaba had je ook mensen die gescheiden waren. En niet eens weinig. Echt, soms of, uh, gebeurt het vaker. Ja. Dus. Niet alles wat met scheiding te maken heeft, is negatief. Soms is het juist beter om uit elkaar te gaan. omdat gewoon twee personen totaal niet bij elkaar passen. Ja. Soms is er geen oplossing. Soms lijden allebei eronder. En ook op het gebied van geloof. Als je een, 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 een drugsverslaafde man hebt, bijvoorbeeld. Ja. die elke nacht dronken binnenkomt. of stoont. of helemaal onder de cocaïne. trapt de deur in in plaats van dat hij de sleutel gebruikt. en jij je kinderen moet onder het bed gaan verschuilen. Ja, dan ga je niet tegen die persoon zeggen van, nee, hey, scheiding, dat is echt niet goed. heb sabber. Ja, heb sabber. Ja. Wat voor sabber? Ik, mijn leven is in gevaar, weet je? Ja. Dus, en dat kan ook andersom. Er zijn ook echt vrouwen die gewoon hun mannen gewoon echt gewoon eh, emotioneel mishandelen gewoon. Dan denk je misschien van, hé, dat doet een man toch vaak? Ja, vaak is het de man, ja. Maar het gebeurt ook bij de vrouwenkant. Dus dat een hele aardige, zacht aardige man bijvoorbeeld, gewoon dag en nacht gekleineerd wordt door een vrouw, He, wat ben je nou voor man, en dit en dat, en he, hoe durf je nee te zeggen, en dit en, en ze maakt hem gewoon helemaal kapot bij zijn, bij haar familie, bij zijn familie. En denk bij jezelf: van wat is dit? Ja. Ga je zo met je man om, weet je waar is die respect voor elkaar? Dus voor beide zijn er gewoon positieve dingen die ze echt gewoon goed doen, en ook heel veel negatieve dingen. Dus soms is scheiding echt nodig om mensen gewoon te beschermen. Ja. Weet je? oké. Okay. Dan is er een overlevering die vaak wordt aangehaald: van ja, maar scheiding is niet goed. En dan wordt er gezegd: van Abradul haleli illallah, at talaq. De meest uh, verafschuwelijke Verafschuwde... halale zaken bij Allah, of halale zaken bij Allah, is at talaq. Nou, het geleden zegt: Dit is geen authentieke overlevering, dat is één. En ten ja. tweede, als Allah iets verafschuwt, maakt hij het haram. Ja. En dat is niet het geval. Oké. Okay. Okay. Dan komen we bij jouw vraag: van oké, okay, maar in welke situatie zou je dan kunnen scheiden? Goed, hierin denk ik echt dat het situatie afhankelijk is. Je kunt heel makkelijk zeggen: als een man zijn vrouw slecht behandelt, of als een vrouw haar man slecht behandelt, Maar wat, ja, maar is, wat slecht? is slecht? Ja, dat is, het dan is de vraag. subjectief. Ja, 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 ja. Dat is dan de vraag. Weet je. <clears throat> en ik kan iets slecht vinden, terwijl het islamitisch helemaal niet zo is, weet je, bijvoorbeeld. En um, dus. Wat zijn echt gewoon serieuze zaken waarvan je zegt van... oké, okay, omwille van die zaken zou ik kunnen scheiden. Nou Bijvoorbeeld, we hebben net al een paar benoemd. Je hebt een paar benoemd. Iemand die gewoon het geloof verlaat. Of iemand die helemaal niet meer met zijn geloof bezig is. Wat moet hij mijn kinderen meegeven? Of wat moet zij mijn kinderen meegeven ja. als zij zelf niet bidt? Als zij zelf niet serieus bezig is met het geloof? Ja. En dan zou men kunnen zeggen, ja, maar... Um, ik heb haar zo geaccepteerd. Ja, Dat was jouw fout. Dus in het begin mag je echt wel, je moet even uit dat naïeve denken komen. Van ja, uh, die broeder, ik weet dat hij soms jointjes rookt, weet je? En ik weet dat hij soms in coffee coffeeshop zit van s ochtends tot s avonds. Kijk ja. naar de formulering, hè? Soms in coffee coffeeshop zit van s ochtends tot s avonds. Dit is geen soms meer, hij woont daar. Ja. Maar weet, hij heeft alleen nog maar een adres nodig ja. bij het gemeentehuis en dan klaar. Jij ja. hoort gewoon bij het interieur. Dus ja. Zuster, word wakker. Even, even gewoon. Ja, ja, dat moet mag, je. Ik als... mag er heel ja. kort op inhaken. Nou. Ik, had ook van, uh, ik had ook een verhaal te horen gekregen. Mm -hmm. En toen dacht ik ook bij mezelf: van, Subhanallah. De, de uh, broeder die langskwam voor de zuster. Ja. was gokverslaafd en zei: Als ik ga trouwen. Zij tegen de vader: Als ik ga trouwen. Ja. Dan stop ik per direct. Mashallah. Oké. Okay. <laughs> ja. Ja, ja, prachtig. Op. Ja. Ja, mooi. Je moet echt trouwen. Ja. En ik ken andere situaties. wel nog erger dan dit. Ik ken iemand die psychisch gewoon niet in orde was. Ja. is niet in orde. Die persoon had bijna twee op één begrijping nodig. Ja, verstandelijk beperkt gewoon. Ja. Ik, ik lachte er nu om, maar het is gewoon, ik kon het niet geloven. Ik hoorde van iemand van ja, we zijn uitgenodigd. <laughs> Oké. Okay. Ik zeg: Uitgenodigd van wat? Ja, bruiloft. Je bruiloft van wie? Ja, van die, die persoon. <laughs> <laughs> het is ik, van: hoe bedoel jij? je? Hij zit toch in een gesticht? Ja, nee, hij mag op verlof en zo dit en dat. En zijn ouders zijn nu voor hem bezig om een vrouw uit Marokko te halen. Subhanallah. Ik zeg, wacht, wacht, stop, stop eventjes, stop, stop. Ik zeg, die man die kan nog geen dag zonder medicatie. Ja. Weet je, hij heeft vaker een psychose gehad. Ja. Hij is psychisch niet in orde. Weet je, wil je over praten? Wat doe je dat kind aan, man? Weet je, weet je... Ik wil het beste voor mijn kind, jij wilt het beste voor jouw kind, maar wees gewoon realistisch. Van, is jouw kind in staat om het huwelijk in te gaan, ja of nee, weet je? Dus mensen kunnen goede bedoelingen hebben, maar word even wakker, weet je? Word even realistisch gewoon. En dus naïviteit is echt een, een probleem, zeg maar, op dit gebied. Ja, goede bedoelingen. En er zijn echt veel mannen die gewoon goed zijn geworden nadat ze getrouwd zijn. Ja, die zijn er, ja. Denk weer aan het voorbeeld. Er zijn ook heel veel mensen die dronken achter het stuur zitten... en geen ongelukken maken. Maar dat praat het niet goed. Nee, dus inderdaad. terug naar jouw vraag van... wat zijn dan situaties waar je echt wel... Bijvoorbeeld gebruik van drugs. Eh, bijvoorbeeld uh, verslavingen, weet je? Ja. En let op, ja, we geven elkaar kansen. Nou, de islam leert ons uh, vergevensgezindheid. Ja. En <laughs> mensen kunnen fouten maken. En er zijn zoveel stoffen vandaag de dag... Waar jongeren en ouderen mee in aanmerking komen. En echt gewoon denk van, ik kan geen kwaad, één keer proberen. Het wordt soms stiekem in je drankje gedaan. Ola, als we het gewoon over GHB hebben, bijvoorbeeld. Het is ja. zo gevaarlijk. Het is gewoon een chemisch middel. En ja. de eerste keer is het gewoon iemands drankje gedaan voor de lol. En die persoon die, die ervaart zo'n plezier, die zegt: Ik heb nog nooit zo goed gevoeld. Ja, of gewoon mensen die worden gedrogeerd noemen ze dat. En gedrogeerd, ja. Ja, ja. En op geen moment, de volgende keer, denkt hij, hey, hé, ik wil dat gevoel eigenlijk nog een keer ervaren. En wallah, zonder te overdrijven. Vooral dit soort dingen, GHB of, of lachgas. Ja. Je hoeft het maar één of twee of drie keer te gebruiken... en je raakt er al verslaafd aan. Ja. En het ergste is, het is zo makkelijk te gebruiken... en het is zo goedkoop. Toegankelijk, hè? Toegankelijk. Je denkt van, oh, cocaïne kost heel veel geld. Je moet echt naar een drugsdealer toe gaan. Dat is totaal niet mijn straatje. Ik wil daar ook niks mee te maken hebben. Maar subhanallah, als je hem twee of drie of vier keer... GHB heb gebruikt en ik maak het ook echt mee in bepaalde casussen, dan is een persoon al verslaafd en moet die het in één keer gaan combineren met bijvoorbeeld speed of cocaïne. Ja. Het moet, het moet, anders kan die. Dopamine moet. Ja, anders kan die uh, oud raken, noemen ze dat, weet je. Ja. Dus voordat je het weet, heb je iemand in huis die gewoon, subhanallah, nog drie weken geleden gewoon heel normaal, er was niks aan de hand. Ja. En nu heb je een verslaafd in huis. Oké, okay. goed, stel je voor dat zoiets gebeurt. Hoe gaan we dan met elkaar? Is het dan meteen scheiden? Drie, vier kinderen? Ja, we pakken onze spullen gaan weg. Nee. Oké, okay. hoe gaan we dit probleem oplossen? We halen deskundigen erbij. We gaan echt mensen erbij halen die jou kunnen helpen om af te kicken bijvoorbeeld. Ja. Maar let op, Weet je, dit, dit gaat niet, we gaan niet uh, 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 zeg maar eindeloos met jou. Mee ja. in deze fase. Heeft geen, het heeft geen eeuwigheid. Je hebt een uh, deadline nee. natuurlijk. Klaar, ja. weet je, luister. Je krijgt echt drie maanden de tijd. Deskundigen zeggen dat je over twee maanden afgekikt zijn. Wij geven jou drie maanden de tijd. Ja. En we vinden het echt erg, maar we staan achter jou. Ja. En we zijn ook echt bereid om alles op te offeren zodat jij uit je verslaving komt. Maar let op. Denk niet van dat je dit gewoon kunt blijven gebruiken. Dus ergens moet een grens getrokken worden. En dat zie je echt gewoon vaak. Dat een vrouw gewoon te maken heeft met een man die al vier jaar, vijf jaar verstaafd is. Ja, ik wil wel weg, maar de kinderen. Ja, wat denk je dat je de kinderen nu aan doet dan? Ja, subhanallah. Denk je dat jouw kinderen nu, weet je, subhanallah, laten zijn gewoon wetenschappelijk onderzoeken. Dat als een vrouw tijdens haar zwangerschap alleen al uh, stress ervaart, dat dat een negatief effect heeft op de ontwikkeling van, van het kind. En dat ja. kan gewoon twintig jaar later, dertig jaar later kan het gewoon uitpakken. uitpakken. Ja. En stress, alleen stress. Laat staan dat iemand gewoon zich onveilig voelt in zijn huis. Dus ja, er zijn uh, genoeg redenen om te scheiden van elkaar. Uh, we hebben er een paar genoemd. Uh, je had het over vreemd gaan. Mensen kunnen fouten maken. Goed, als een vrouw denkt van ik wil echt, uh, ik wil hem nog één kans geven, maar wel met heel veel voorwaarden: nooit meer contact met, et cetera, afstand nemen. We gaan misschien zelfs in een andere stad wonen. Of, uh, uh, het... Goed. Dan geef je hem een kans. Maar als je denkt: van... hé, hey, deze man is echt niet oprecht. Dit is gewoon een, een normale zaak geworden bij hem. Scheiden. Ja. ja. Weet je, want, dus het is eigenlijk ja. uiteindelijk om gewoon een makkelijkere antwoord te geven. Want we kunnen nu ja. duizend dingen opzommen. Ja. Het is gewoon situatieafhankelijk. Afhankelijk. Kan je ja. het een kans geven? Ja of nee. Zo niet. Ga scheiden. Zo wel. Geef het een kans. Je ja. moet alles eigenlijk belichten. Van oké, okay, bijvoorbeeld wat je net zei. Je hebt iemand die vier, vijf jaar verslaafd is. Dan weet je eigenlijk hoe laat het is. Maar ja. als iemand net daarin beland en ja. je ziet dat je wil diegene echt oprecht helpen en diegene heeft gewoon één fout gemaakt, ja. dan kan je dat uh, ja, met een andere, met een, door, door eigenlijk vanuit een andere perspectief daarna gaan kijken. Ja. Oestad, er is nog één belangrijk onderwerp, mm -hmm. misschien een taboe onderwerp, maar het moet toch besproken worden vind ik. Ja. En uh, dat gaat om als volgt. Wij mensen we hebben behoeftes, mm -hmm. wij eten, wij slapen, wij drinken en als we daar te weinig van hebben, mm -hmm. dan zie je dus dat we dorst hebben, honger hebben, ja. slapeloosheid hebben, er niet actief bij zijn. En een van de andere zaken die op een gegeven moment vanuit de puberteit begint te spelen, is eigenlijk uh, geslachtsgemeenschap, mm -hmm. de behoefte daarvoor. Ja. En wat je ook wel eens ziet en wat ik ook wel eens hoor en wat ik ook zelfs op social media zie, is nee. dat vrouwen of mannen, maakt niet uit, dat ze aangeven dat ze zeg maar hun behoefte. Niet kwijt kunnen of dat dat onvoldoende is, ja. qua als het gaat om intimiteit, ja. en dat dat ook een oorzaak kan zijn dat mensen van elkaar willen scheiden, omdat ja. ze dus die rust niet kunnen vinden. Ja. Uh, ik denk niet dat het alleen maar een oorzaak kan zijn. Maar ik denk dat het misschien zelfs de een van de meest uh, uh, voorkomende uh, oorzaken is. Mag ik ja. één ding daarop even ja. heel kort inhaken? Ja. Want een van de dingen, een van de zaken die dus als het gaat om de nikah mm -hmm. is dus dat het ook uiteindelijk toegestaan is ja. om geslachtsgemeenschap met elkaar te hebben. Okay, ja, ik wil bijna zeggen: wat bedoel je met nikah? Want nikah heeft twee betekenissen ook voor de mensen thuis. Uh, nikah kan betekenen huwelijksakte, weet ja. je. En nikah kan, uh, kan de daad zelf zijn. De, de, de daad van een gemeenschap tussen een man en een vrouw heet ook in het Arabisch nikah, weet je. Okay. Dus uh, voor de duidelijkheid van welke bedoel je van de twee, weet je. Maar je hebt hem al, de, de context was al duidelijk eigenlijk. Uh, maar inderdaad, dit is denk ik een van de meest, uh, meest voorkomende oorzaken. Uh, um, subhanallah. Die je transpersoonlijk meemaakt? Ja, casussen. Ja, ja, casussen. Okay. Ik stel zelfs een van de standaardvragen en ik vind het een moeilijke vraag. En dan zeg ik ook echt tegen de broeder als ik iemand spreek. Dan zeg ik van, weet je, broeder, sorry voor deze vraag. We hebben het net over algemene informatie gehad. Wanneer ben je getrouwd? Ja, vijf jaar geleden, hoeveel kinderen heb je? Het is allemaal algemeen, we kunnen heel makkelijk over praten. Ik zeg, er komt nu een vraag aan en uh, excuses daarvoor dat ik zo diep ga. Maar echt waar, dat geeft mij een heel goed beeld van de situatie. Dan kan ik jou ook gepastere adviezen geven. Oké, okay, ja, wat is je vraag? Nou, kom maar, uh, geen probleem. Je, je mag alles van vragen, dan zeg ik van, hoe is jullie hoogste even op het gebied van intimiteit? Ja, goed, goed. Ja, goed heb, heb ik niks aan. Ja. Dat is nog te algemeen. Dan ga ik een stap verder. En dan zeg ik van, oké, okay, wat is goed voor jou? Ja, dat er gemeenschap is. Oké, okay, goed. En dat er gemeenschap is. Wat, wat voor beeld moet ik daarbij krijgen? Paten we één keer uh, praten we over één keer per week, of één keer per dag of één keer per maand. Ja. Dan is het even stil. Uh, ja, dit is gemeenschap. En uh, weet je, nee, nee, broeder, wees iets concreter. Ik wil een beeld krijgen. We praten echt over een heel belangrijk onderwerp. Wat echt wel uh, een reden kan zijn tot heel veel, voor heel veel frustraties. of heel veel innerlijke rust. En, en juist het mauad. En weet je, dat mensen juist bij elkaar komen. En, en naar elkaar neigen eigenlijk. Ja. En dan komt er soms een antwoord. of dat nou één keer per dag is. of één keer per week is. of één keer per maand is. En zelfs daar. Kan ik niet altijd uh, het genoegen meenemen. Waarom? Want er is gemeenschap en er is gemeenschap. Soms heb je huwelijken. waarin man en vrouw bijna als broer en zus leven. Weet je, ze zijn al 14 jaar getrouwd. Hebben al drie of vier kinderen. En op een gegeven moment is er geen gemeenschap meer. En dat, ja. dat kan niet. Dat, dat is niet normaal. Dat is niet gezond. Ja. En ik wil zeggen, ja, zij komt niet naar mij. Hij komt niet naar mij toe. Nee, weet je, dat moet je voor elkaar doen. Weet je, je moet zelf die. Uh, die, die situatie creëren waardoor men open staat voor het huwelijk, dat moet een, of voor, voor gemeenschap. En dat, dat moet een man en een vrouw doen. Ja. De ene maakt zichzelf aantrekkelijk en op, et cetera. En de andere maakt zichzelf aantrekkelijk. Kies het juiste moment daarvoor uit. Als de kinderen zijn gaan slapen, bijvoorbeeld, of het moment dat de kinderen op school zijn. Weet je, investeer daarin. Want echt waar, het is belangrijk. Goed, dan zegt iemand van ja, ik, nee, dat is echt wel goed. Dan heb je scenario 2, dat is echt wel goed. En, uh, mashallah, het vindt een paar keer per week plaats. Oké, okay, goed. Maar hoe? Ja, uh, hoe? Hoe bedoel je? Hoe, hoe iedereen het doet? Oké, okay, goed. Maar ook hierin zijn er echt veel vrouwen. En uh, er zijn echt veel vrouwen die veel gemeenschap hebben met hun man, maar daar totaal geen voldoening uit halen. Want er is echt een heel groot verschil tussen de gemeenschap van een man, en de gemeenschap van een vrouw. En we gaan nu wat dieper in het stof. En, maar helaas moet het gezegd worden en moet het verdedigd worden. Maar uh, een man kan heel snel zijn hoogtepunt bereiken en denken van Ashah, het was echt mijn dag is perfect. Ja. Terwijl een vrouw nog helemaal niks ervaren heeft. Een vrouw komt veel later op gang. En daarom heeft een vrouw ook veel meer voorspel nodig, et cetera. Dus veel meer investering, er moet veel meer tijd in gestoken worden. Dus een man moet niet alleen maar aan zichzelf denken, maar ook aan de vrouw. Hoe kun je dit oplossen zonder dat we heel gedetailleerd ingaan op het onderwerp? Hoe kun je dit oplossen? Communicatie. Ja. Een van de meest belangrijke zaken is dat je elkaar een vraag stelt van... oké, okay, hoe heb jij het ervaren? Eerlijk. Hoe heb jij het ervaren? Wat vond je juist? En doorvragen, hè. Wat vond je juist wel fijn en wat vond je niet fijn? Waar raak je juist opgewonden van en waar knap je van af? Weet je? Dus stel gewoon echt openlijk die vragen... In de juiste setting, op het juiste moment. Misschien als je net misschien klaar bent met de daad en even aan het nagenieten bent, et cetera. Praat daar echt over. Wacht niet tot die uh, zijn die aan het eten is en dan choqueer je hem in één keer met zo'n vraag. Want niet iedereen zit daar dan op te wachten. Maar er zijn bepaalde momenten dat je meer open bent over intimiteit. Over intimiteit. En dit is ook een recht van beiden. Ja. Een recht van beiden. En ik blijf het herhalen. Sommige vrouwen raken helemaal in paniek als hun man begint over een tweede vrouw. Error. Weet je, verboden gebied, weet je. Dit is, en voor de kijker, de islam heeft dit gewoon toegestaan gemaakt. Oké. Okay. In plaats van als je helemaal begint te flippen en op uh, tilt slaat... oh, misschien heeft hij al afspraken met haar, misschien gaat hij morgen... misschien is hij al getrouwd, oh, en dit en dat... en die begint zijn telefoon te checken. In plaats van om op die manier op te reageren... is het misschien goed om met je man te gaan zitten... En hem dan gewoon heel openlijk en eerlijk te vragen: van oké, okay, wat zoek je in die vrouw wat je mogelijk in mij nog niet getroffen hebt? Ja. Waar ben je nou op zoek? Leg eens gewoon uit. Wees gewoon eerlijk. Praat er gewoon over. Want mogelijk is het helemaal niet nodig om die stap te zetten. Maar is het gewoon echt allemaal binnen vier muren te regelen? Dus wees hier gewoon eerlijk in. Er zijn echt gewoon vrouwen die al twintig jaar getrouwd zijn en twintig jaar geslachtsgemeenschap hebben. En een man is twintig jaar tevreden en zij is twintig jaar ontevreden. Ook dat bestaat. Ja. Maar omdat zij zelf niet durft uit te komen voor haar gevoelens, een man kan dat niet voelen. Voor de duidelijkheid, ook voor de vrouwen thuis. Een man kan niet voelen wat jij voelt. Een man kan niet ervaren wat jij ervaart. Daarvoor ben jij een vrouw en is hij een man. Jij kunt nooit voelen wat hij voelt en hij kan nooit voelen wat jij voelt. Je kunt van dezelfde taart gaan eten. De ene zegt, wat is die toch verrukkelijk? En de andere denkt van je, ik vind, ik vind dit maar niks. Mensen verschillen van, maar ik weet niet wat gatsi voor jou betekent of wat, wat jij zo vies vindt. Weet ja. je? En jij weet niet hoe ik dat ervaar en hoe ik aan het genieten ben van mijn taart. Dus maar wanneer je erover aan het praten bent, kun je juist elkaar uitleggen van hey, dit zou ik fijn vinden, zo zit ik in elkaar. Dit is hoe een vrouw in elkaar zit. Man. En dat is ook het mooie van het huwelijk. Hè? Kijk, als we kijken naar het westen, dan is het niet van je gaat iemand om de hand vragen thuis. Dan heb je een relatie voor uh, drie jaar, vier jaar, vijf jaar. En dan in één keer besluit je zo, weet je, misschien heb je al kinderen zelfs. En in één keer besluit je van, hé, hey, je gaan trouwen. Ja. Weet je, of je gaat even romantisch op je knieën uh, in een parkje of bij, bij een restaurant. En mashallah. nou kun je mij vertellen wat er veranderd is tussen gisteren en vandaag? We hebben vandaag hebben we bruiloft gehad. Ja. Hè? Gisteren en morgen is precies hetzelfde. Alleen vandaag zijn we op papier getrouwd. En dat waren we vorige week niet. Dus er valt niets meer nieuws te ontdekken. De islam, subhanallah, wij brengen dat als heel negatief van ja, maar je kent haar niet goed genoeg. Nee, dat maakt het juist zo bijzonder. Je gaat een nieuwe weg in en je gaat elkaar uitvinden daarin. Dus het huwelijk is ook een stukje elkaar ontdekken. En ontdekken en ontmoeten en leren. Ontmoeten, dat, en, leren. Dat is en ontwikkeling. Een, ja, ja. En ontwikkeling, subhanallah. Ja. Maar ook nog in, in even ja. heel hard hierop in te gaan. Ja. Um, wat we vergeten ook, denk ik, om te benoemen is dat het huwelijk ook. Uh, het is heel belangrijk om te weten dat het huwelijk ook dient om natuurlijk ook je kuisheid te bewaken. Bijvoorbeeld. En als je daar dus, als je in intimiteit geen voldoening uit kunt halen, dan kan dit een probleem leveren Juist. dat je dus, ja, uh, dat je niet opeens verkeerde stappen zet. Ja, zeker. En daarom is het ook zo belangrijk. Weet je, daarom is het ook echt zo belangrijk. En subhanallah, in de Koran wordt zelfs beschreven, het wordt zelfs over uh, seksuele gemeenschap gesproken over de Koran. De Koran, subhanallah. Weet je, nisa'ukum uh, harthun lakum. Fatu, en meisje Subhanallah, er wordt zelfs gesproken over je vrouwen zijn net zoals een oogst voor jullie. En komt tot jullie vrouwen, hoe jullie dat willen bijvoorbeeld. Dus er wordt zelfs over zulke intieme zaken gesproken. Weet je, van hoe je zelfs de daad kunt verrichten. En dan zitten wij hier met, met, met de schaameloot op onze kiezen van: hé, hey, dit is echt taboe. Weet je, nee, dit is geen taboe. Taboe bij jou en bij mij, omdat we eerder met de verkeerde houding ingaan. Ja. Maar. Weet je, subhanallah, alles is verboden voor jou. Alle vrouwen zijn voor jou verboden, behalve jouw vrouw. En dan ga je je daarin houden bijvoorbeeld, weet je, onnodig. Alle mannen zijn verboden voor jou, beste zuster, behalve jouw man. En dan ga je, uit je door, door jouw onzekerheid of schaamte of dergelijke, durf je niet daar openlijk over te praten en jezelf te ontdekken en je man te ontdekken. Ja. En dan ga je vragen over je uh, slechte huwelijk. Het is ja. net als bij het uh, proces van het kennismaken. Denk ja. ik dat dan juist heel belangrijk is. om even een klein stukje jouw schaamte aan de kant te zetten. om ja. de belangrijke echt. vragen te kunnen stellen. Je moet zo zakelijk zijn op dat moment. Ja. Echt waar. als je jezelf schaamt. of als je denkt: van ik was in één keer allemaal vragen kwijt. schrijf ze op een papiertje. kom met een, een, een lange uh, lijst aan vragen. Ja. stel echt je vragen. Dat is het moment. Want daarna is er geen weg meer terug. Ja. Weet je? Dus, uh, zorg ervoor dat je gewoon duidelijk bent. Open in communicatie. Um, subhanallah. Kijk, ook over dat onderwerp van, van vol tweede vrouw. Waarom is dit zo vreemd vandaag de dag in, 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 voor de mensen? Je kunt zo makkelijk en zo normaal in de maatschappij zeggen van, ik heb samen met mijn vrouw een open relatie. Weet je, wat, wat betekent open relatie? Ja, dat zij met uh, andere mannen kan gaan jij met andere vrouwen. Ja, dan ja, ja, zeggen anderen op je werk. Zegt dan Oh, echt bijzonder Henk. Oh, echt mooi dat je dat zo geregeld hebben. Oké, okay, ja. nu komt Hassan. Ik heb twee vrouwen. Wat? Ik heb twee vrouwen. Wat? Ja, dat kan toch niet? Onrechtvaardig. Vrouw on onwenselijk. Onderdrukking. Bla, bla, bla. Hele heisa. Chaos. Nu gaan we Hans en Hassan even naast elkaar plaatsen. Hans, die doet het met wie hij wilt. Wanneer hij wilt, kan ook bepaalde overdraaglijke ziektes meenemen naar huis. Kan kinderen krijgen en misschien daar nooit meer naar vragen, et Ja. En Hassan... Die onderhoudt zijn vrouw financieel, is verplicht om voor haar te zorgen, om haar liefde te geven. Ja. Weet wie zijn kinderen zijn, draagt ook die verantwoordelijkheid. Weet je, ja. een vrouw in de islam, al ben je een van de vier, laten we zeggen, er is nooit twijfel over wie de vader is. Want er is maar één vader. Ja, precies. Je? Maar. Open relaties en zo. ja Vandaag doet ze het met die en dan met die en met die. Dus de islam leert ons richtlijnen in. Alles gewoon. We kunnen zo, zo moeilijk gaan doen over een onderwerp, maar de islam is rechtvaardig. Als jij het niet begrijpt, zoek het, de proble het probleem bij jezelf en niet bij de islam. Ja. Ik begrijp de islam niet. Niet de islam is onbegrijpelijk. Nee, ik begrijp de islam niet. Ja. Dus we wijken nu een beetje af. Maar ja. soms is het even goed om even bepaalde dingen te verduidelijken. Dan terug naar het onderwerp van. Er zijn inderdaad mensen die gewoon als broer en zus met elkaar leven. Er zijn ook echt vrouwen die hun mannen bestraffen. Eigenlijk van: Ja, oké, okay, nou is goed, dan ga je zien, jongen. Je wilt me niet geven wat ik wil. Uh, ze vroegen naar een duur cadeau. Man zegt: Ja, is dat wel verstandig? Financieel is het wat moeilijker. En een maand lang geen gemeenschap. Wat is dit? Weet je, bijvoorbeeld: Ga maar op de bank slapen. Dat bestaat in de islam. Ik ga maar op de bank slapen. Ja. Weet je, dat bestaat niet in de islam. Aan de andere kant ook weer, zijn de mannen die hun vrouwen echt gewoon klein neer, uh, 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 emotioneel kapot maken, Ook dat kan niet in de naam, Weet je, dus wees gewoon redelijk hierin. Ja, ja. oké. Okay. Dus als uh, kort samengevat, communicatie is heel erg belangrijk ja. en dat de intimiteit ook een hele belangrijke rol speelt. Omdat je zelf dus <coughs> aangeeft dat er gewoon heel veel casussen zijn waar dat gewoon niet zeg maar compleet 100% goed is. Is het tussen ja, partners? Waardoor een vrouw misschien heel bot, gefrustreerd naar haar man reageert. Soms heb je een man die zegt: van, Ik weet echt niet wat er met mijn vrouw aan de hand is. Ze reageert zo bot, ze snout me meteen af. Terwijl het probleem echt gewoon in intimiteit zit. Ja. Maar hij ziet dat niet en zij vertelt het niet. Ja. Weet je, kijk ja. hier naar die miscommunicatie. Ja. Hij ziet het niet en zij vertelt het niet. Ja. Dus niet hij is fout, niet zij is je je fout. Je allebei je zijn ja, fout. Je ziet vaak dat vrouwen dan zeggen: Van uh, want ik merk dan wel dat vrouwen dan zeggen. Van hij moet dat zeg maar kunnen zien. Ja. Dat vrouwen hebben zo'n verwachting. Ja, ja. van dat de man alles moet gaan snappen. Ja, ja, maar andersom. Ja. andersom is, het, is dat niet het geval? Nee, nee. Dit, dit, ik zou tegen beide zeggen. als een man dit zou zeggen. zou zeggen van. zo zit het niet in elkaar. Als een vrouw dit zou zeggen. zou ik zeggen, ook zeggen van. zo zit het niet in elkaar. Ja. Bij een man, ook voor de vrouwen. bij een man is rechts is rechts. Links is links. Ja. Weet je, en niet van. ja, ik zeg wel rechts. maar ik bedoel links. Dat vinden mannen wel heel ingewikkeld. Dat ja. moet, even, moet even gezegd worden. Mm -hmm. weet je, soms zegt een vrouw rechts en dan bedoelt ze links. Maar voor mannen is dat echt heel verwarrend. Weet je? Ja. Dus wees gewoon duidelijk en openlijk in je communicatie. Oké, okay, inshallah. Ik wil doorgaan naar het volgende. Uiteindelijk, als je gaat scheiden. Ja. Um, ik heb natuurlijk gehoord uh, een aantal termen. Ik hoor ja. at-talaq, ja. maar ik hoor ook uh, al-ghula. Ja. Um, wat zijn deze twee termen? Kan je dat aan ons uitleggen? Ja, at-talaq uh, is een manier van, uh, van scheiden. Het goede is ook een manier van scheiden. Ja. Uh, hiermee heb je nog niks verduidelijkt. Het zijn twee verschillende situaties van hoe men zou kunnen scheiden in de islam. Het talak moet door een man uitgesproken worden. Dus soms krijg je een telefoontje of zo, dan zegt een vrouw: van, Ja, ik heb de talak uitgesproken naar mijn man. Toe. Sorry, stop sorry. even, zuster. Wat bedoel je? Bedoel je goede? Nee, nee, ik heb de talak uitgesproken. Oké, okay, nou voor de duidelijkheid: een vrouw kan geen talak uitspreken. Het is de man die de talak uitspreekt. Oké, okay, goed. Dus als een man de talak uitspreekt, dan is dat een geldige talak. Er zijn nog regels aan verbonden waar we het misschien straks over kunnen hebben. Zou een vrouw de talak willen aanvragen? Dus een vrouw wil scheiden en de man zegt nee, ik wil helemaal niet scheiden, want dat is het mooie van de Islam. Het is niet zo van de man heeft alleen maar rechten. Als een man niet wil, dan, 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 dan hangt een vrouw als het ware. Nee, een vrouw kan ook de talak aanvragen en dat heet dan een ghulah. Het ja. verschil tussen talak en rulle is van allebei hebben een andere vormen, andere regels. Talak kan een man uitspreken en dan gaat een bepaalde uh, ja, fase, uh, wordt in werking gezet. En uh, dan is er ruimte voor een vrouw terugnemen of niet. Uh, mogelijk is het probleem opgelost na een week of twee weken of drie weken. Uh, rulle betekent dat een vrouw echt meteen een einde wilt maken aan dit huwelijk van weet je, dit gaat nooit meer goed komen. Ik wil niks meer met hem te maken hebben. Ik wil ook geen wachttijd of wat dan ook. Dat noemen we een eid in het Arabisch. Ik wil gewoon vanaf vandaag vrij zijn en niet meer gebonden zijn aan deze man. En dit heeft zich wel eens voorgedaan, ook in de tijd van de Profeet Salam. En er was een, een vrouw die zei tegen de Profeet Salam van, van, ik, uh, ik ben met hem getrouwd. Dit is ook een mooi voorbeeld. Maar soms heb je dan over van, wat zijn dan die die uh, de, de reden, de, de, de correcte reden om te mogen trouwen. Nou goed, als er gewoon geen liefde is, geen maar wat is, ook dat kan. Dus op een gegeven moment denkt hij van: ik, echt, ik, ze staat me gewoon niet aan. Of andersom. Zij denkt van: ik, wil gewoon, ik heb gewoon helemaal geen gevoel voor hem. Ik heb zelfs meer afkeer dan, dan, dan gevoel, gevoel voor hem. Zelfs dan kan men scheiden van elkaar. Want ja, je kunt wel zeggen van: we blijven bij elkaar, we willen niet scheiden. Maar uiteindelijk gaat het ook echt voor. Uh, irritatie zorgen, voor problemen zorgen. Dus dan zou een vrouw kunnen zeggen, een man kan zeggen van oké, okay, ik, ik ga van jou scheiden en tit. Ik ben hierbij veel gescheiden, Nederlands, Arabisch of Turks maakt niet uit. Het gaat erom, dat de boodschap is uh, uh, overgebracht, zelfs schriftelijk kan. Er zijn gewoon rechtbanken die, die dat hebben goedgekeurd, ja. Een WhatsApp bericht zelfs aan zijn vrouw van hierbij zijn we gescheiden. Um, of een vrouw die zegt dan tegen een rechter in een Islamitische land. Um, of een imam of dergelijke, ik wil van haar scheiden, of van, zijn, van haar vader of van zijn vader, bijvoorbeeld iemand die verstand heeft van het geloof, en die zegt, oké, okay, hierbij heb ik jullie van elkaar gescheiden. En maar dan is het per direct, er gaat, per geen, direct, er ja, gaat geen periode in. Hè? Per direct, ja. en ik zei, dit heeft zich een keer voorgedaan in de tijd van de profeet, salam. toen was het zo, dus hier is één een, een verschil tussen talaq en de uh, gula. Bij de talaq geef je, geeft een vrouw de bruidsschat niet terug aan een man... Bij de, Bij de gula wel. De Profeet sallallahu vroeg aan de vrouw: van, wat is jouw probleem? Ze zegt van: ik wil niks meer met hem te maken hebben, ik heb geen gevoelens voor hem, ik heb misschien zelfs meer afkeer, niet voor het geloof, maar van hem als persoon zijnde. Ja. Dus ik wil van hem gescheiden worden. Toen vroeg de Profeet sallallahu aan de man: wat heb jij haar gegeven als bereidschat? Toen zei de man tegen de Profeet sallallahu een hadika een soort van tuin. Tuin. Ja. Dan zei de profeet als tegen aan het te hem prachtig geworden. Hij zei: goedil al wa liggen. het Neem jouw tuin terug en scheid van haar." Weet je? En de man heeft zijn tuin teruggenomen. en is van haar gescheiden. Okay, dus bij Gula krijg je dus je bruidschap terug. terug Bruidsgeld ja. echt terug. Volledig bij... al is het huwelijk geconsumeerd. Ja, 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 ja. Mm -hmm. En bij een, uh, een talak niet. Niet. Ja, een okay. En dan eigenlijk in principe, uh, ik hoor wel eens dat je de talaq drie keer moet uitspreken in plaats van één keer. Wat daar, ja. Waar staat de regelgeving over? Ja, dat is een, een gedachte die veel verspreid is. En het heeft ook te maken met een, 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 een meningsverschil tussen islamitische geleerden. Mm -hmm. uh, uh, want uh, er zijn uh, verschillende uitspraken ook door de sahabe hierover gedaan. Het was zo zeg maar in de tijd van Amr ibn al dat sommige mensen wat makkelijker met de talaq omgingen. En die zeiden dan tegen een vrouw van niet van ik scheid van jou. En dan gaat er een periode in, en dan kun je haar nog terugnemen. Maar die zeiden dan: van, Ik scheid voor jou drie keer. In, ja. één, in één woord, weet je? Ja. Dus toen hij dat zag, ging in het, hem niet, ja, het ging hem niet in om uh, de gevolgen ervan. Maar dat mensen zo makkelijk met de islamitische regels omgaan. De regels van Allah subhanahu wa ta'ala. Die Mithaq al die grote verbond, weet je? Ja. Oh, zo makkelijk ga je dat uh, even onderuit halen. Dus toen heeft hij als oordeel geveld van: Als men dat zegt, dan telt dat ook, weet je? Maar goed, die periode was voorbij, waarna zeg maar, andere gereden anders hebben geoordeeld. Want bijvoorbeeld zegt is hem meteen En vele andere gereden die zeggen van kijk, je kunt niet drie keer in één gescheiden zijn van een vrouw. Waarom? Want het is pas drie keer als je vandaag van een vrouw scheidt. Dan gaat daar een periode overheen. Je neemt haar terug. Dan pas kun je voor een tweede keer van haar scheiden. Hoe kan ik nou van jou scheiden voor een tweede keer terwijl ik je nog niet eens heb teruggenomen? Ja, dus je bent al niet mijn vrouw, eventjes, weet je. Mm -hmm. Dus hoe kan ik dan voor nog een keer van jou scheiden? Ja. Dus wat zijn de regelgevingen hierom? Echt, subhanallah, ik vind het zo'n bijzonder geloof. Want de islam doet er alles aan om mensen bij elkaar te houden. Het geeft je zoveel bedenktijd, zoveel ruimte om toch bij elkaar te blijven. Want het kan zijn dat je vandaag zo onder ja, emoties toch bepaalde dingen doet, handelingen of uitspraken. Ik haat jou, ik wil nooit meer weer terug, ik ben de meest slechte man. En hij kan hetzelfde zeggen tegen zijn vrouw. Maar over twee weken denk ik van ja, nou, ik, uh, ja, hoe kon ik dat nou zeggen? Ik heb echt spijt van wat ik zei, weet je? Ja. En de islam geeft ons die ruimte om terug te keren. Dus hoe gaat het in zijn werk? Een man kan niet altijd de talak uitspreken. We hadden het net over wie spreekt de talak uit? De man. Oké, okay, nou wilt een man de talak uitspreken, hij kan het niet op elk moment uitspreken. Daar zijn, daar zijn ook regels aan verbonden. Een ja. van die regels is dat een vrouw rein moet zijn dus in haar reine periode zich moet bevinden, dus niet in haar menstruatieperiode. Mm -hmm. En tussen het moment dat de man de talag wil uitspreken, en de laatste keer dat er geslachtsgemeenschap is geweest, moet er een periode geweest zijn van menstruatie, en dan geen geslachtsgemeenschap. Ja. We moeten er zeker van zijn dat een vrouw op dat moment niet zwanger is. Ja. Kijk net op, hè? Als een vrouw zwanger is, kan ze niet menstrueren, toch? Klopt. Oké. Okay. We hebben Ahmed en Khadija hebben een conflict samen. En uh, laten we zeggen dat dat vandaag 1 januari is, weet je? En zij is op 15 december is zij, uh, is haar menstruatieperiode begonnen. En die eindigde ongeveer op 22 december. Op 25 december hebben zij geslachtsgemeenschap gehad, want er waren nog geen problemen. Op 1 januari hebben ze een probleem. Hij kan op dat moment geen scheiding uitspreken. Gebeurt vaak en dit is verboden in de islam. Hij was boos, zij was boos, ah, spreek dan uit, ja is goed, en dit had En dan in één keer pakt hij zijn spullen of pakt zij haar spullen en gaan ze de deur uit. Dat gaan we straks over hebben of dat wel mag of niet. Maar zo gaat het niet. Hij is boos, zij is boos. Zij zegt spreek het uit. Nou, mag ze eigenlijk, moet ze eigenlijk niet zeggen, of dat zorgt alleen maar nog, voor, nog meer olie op het vuur. Maar al zou hij het willen uitspreken, dan dient hij dus te wachten. Vanaf die, wat was het, 1 januari? Ja, 1 januari ongeveer. Te wachten tot en met, laten we zeggen, 17 januari. Dan gaat haar menstruatieperiode in. Die duurt vijf of zes of zeven dagen. En ja. dan pas als zij die periode komt, wat was het? Het was 15 januari plus 7 is 22 23 januari. 24 januari ongeveer. En moet je je voorstellen, het is 23 januari. En het probleem heeft zich 22 dagen geleden voorgedaan. Mm -hmm. Mogelijk is het probleem al opgelost. Snap je? Als het probleem niet opgelost is, dan zou hij de talaq kunnen uitspreken. Maar nu zie je dat er heel veel bedenktijd is ingelast vanuit het geloof. Of je het nou wilt of niet. Om toch problemen op te lossen voordat, je iets uit, voordat er iets uit je mond vloept. En jij later denkt van, hé, hey, had ik het maar niet gedaan. En dan pas gaat die periode in. Hè? Dan pas gaat die idda in, die periode in. Ja, wat en dat de zijn de De eidde is drie menstruaties. Dus vaak wordt er gezegd drie maanden. Nee, de islamitische maanden en de westerse maanden verschillen van elkaar. De ene ja. is gebaseerd op zonmaanden, de andere op maanmaanden. Maar ook en elke vrouw menstrueert anders, toch? Ja. ja, en elke vrouw menstrueert anders. Dus het gaat hier om drie menstruatieperiodes die dan moeten aanbreken. Die zonder moeten geslachtsgemeenschap het dan bij Zonder uitkomen. geslachtsgemeenschap. Ja. Stel je voor dat in die tussentijd uh, het probleem opgelost is, dan kan hij haar gewoon terugnemen. Dan zegt hij ook: Ik neem je terug. Dan zegt hij: Ik neem je hierbij terug. Ja. Hij hoeft niet haar familie erbij te betrekken. Het hoeft niet op social media geplaatst mm -hmm. te worden. Van, maar let op: die, dan heeft de eerste scheiding plaatsgevonden. Ja. En de eerste scheiding, ook al heeft dat geen gevolgen zeg maar, op hun eigen band. Maar er is wel een eerste scheiding geweest. Mm -hmm. En in de islam is het zo: van ik krijg de eerste keer een kans. De tweede keer een kans. Derde keer zit je echt gewoon in een gevarenzone. Zelfs dan mag hij haar nog één keer terugnemen. Let op, dus we hebben de eerste scheiding en we gaan terugnemen. Dit noemen we een talaq raj'i, weet je. Dan heb je de tweede keer een talaq raj'i. De derde keer heeft een andere naam, dat heet een talaq ba'in. Dan is het afgelopen. Maar let op hè, dan zegt, een benoemt Allah is nog één situatie waarin die twee samen kunnen komen. En dat is van, stel je voor, ze zijn uit elkaar gegaan. Drie jaar later hertrouwt zij. En op een gegeven moment gaat het gewoon niet met die man scheiden ze twee jaar later en dan denkt ze van hey, die eerste man was helemaal niet zo verkeerd en hij denkt van ja eigenlijk ja, mis ik haar wel en het was helemaal geen slechte vrouw dan mogen ze nog één keer mogen ze het proberen weet kans je? nummer vier ja kans nummer vier en dat ja. is gewoon de laatste kans en dat is dus, dus dat is eigenlijk wanneer is ja, dat is wanneer beide dan nog een keer in een huwelijk zitten toch of moet één daarvan dus als ik bijvoorbeeld Um, als, ik, als ik als man, zijnde ik ga trouwen, ik hmm. ga scheiden van haar, ik wacht die idda af ja. en uiteindelijk ben ik gescheiden, ja. dan ga ik uiteindelijk weer uh, met iemand anders hertrouwen. Nee, dat dit geldt, voor dit geldt voor een vrouw. Het geldt ha? alleen voor een vrouw. Het geldt, geldt voor een vrouw. Dus een man, die, uh, ja, daarvoor geldt die regel niet van dat hij getrouwd moet geweest zijn. Okay. Nee, stel je voor dat hij al die tijd ongetrouwd is geweest of wel getrouwd is geweest, dat doet er even niet toe. Okay. Het gaat echt om de vrouw. Dus de vrouw moet hertrouwen ja. met iemand anders. Ja, en een ander puntje wat verdedigd moet worden is van binnen die periodes, zeg maar die eerste keer, tweede keer, mag je haar dus terugnemen ja. zonder nieuwe akte. Tenzij de periode verlopen is. Dus al ben je één keer gescheiden, als die drie maanden voorbij zijn, is zij officieel jouw vrouw niet meer. Ja. Wil je jezelf? Heb je, heb je bedacht en mensen hebben toch proberen te verzoenen en op een gegeven moment zie je in van ja, eigenlijk had het niet zo moeten lopen. Zij heeft spijt, jij hebt spijt. Wil je terug naar haar of wil zij terug naar jou? Dat kan, geen probleem, maar dat moet met een nieuwe bruiloft. Let op, niet met die Ferrari daarbij in die roze, met die, met die witte jurk en die, en die uh, rode uh, roze, roze. Nee, maar er moet een nieuwe achter komen, want zij is officieel jouw vrouw niet meer. Ja. Terwijl in die, dus die eerste fase en die tweede, als die periode niet voorbij is, mag je haar terugnemen zonder nieuwe akte. Ja. De telling gaat door, maar er is geen nieuwe akte nodig. Buiten de periode, dus als je drie maanden hebt gewacht, laten we het even drie maanden noemen. En die is voorbij gegaan, drie menstruaties, Dan is ze officieel jouw vrouw niet meer. En wil je haar terugnemen, moet je opnieuw met haar trouwen. Dus er moeten weer twee getuigen bij, die vader moet weer toestemming geven. Er moet weer een bruidsschat afgesproken worden. En dan... Het, ja, dat uh... is dus als je één keer gaat scheiden, als je het al drie keer terug hebt genomen, ja. dan moet zij hertrouwen, ja, dan, houdt hertrouwen. Het op. Ja, okay. dan houdt het op. Um, wat nog heel belangrijk is om te weten, is: jij zegt dus je neemt haar terug, maar stel of je nou de intentie had met liefde of niet, dat je dan geslachtsgemeenschap hebt in die EIDA-periode. Dan breekt dat het ook af, toch? Ja, dan, dan is hij officieel je vrouw, want je hebt, je hebt alleen maar met haar geslachtsgemeenschap als het je vrouw is. Dus dan heb je haar ja. daarmee. Dus terugnemen betekent niet alleen maar van. Uh, schat, ik wil hierbij terugnemen. Nee, nee gestachte is kan ook een ook. vorm van terugnemen. Ja, ja. Uh, als een vrouw zwanger is, wat dan? Ja, ja. dat is een hele andere situatie. Ja. Ook weer, uh, daarin kan het ook weer misgaan. Als een man dan de talag uitspreekt, dan is de periode niet drie maanden of drie menstruaties. Maar het periode is een wada. El wada betekent de bevalling. Ja. Dus dat betekent dus dat een periode soms negen maanden kan duren. Als ze net zwanger is geraakt, of misschien zeven weken kan duren. als ze al best wel ver was in haar uh, 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 zwangerschap. Dus dat is weer situatie afhankelijk. Maar stel je voor, dit vergeten sommige mannen. stel je voor dat een vrouw een miskraam krijgt, terwijl het talag was uitgesproken. al was het talak uitgesproken in de derde week. en ze kreeg in de vierde week een miskraam, dan is ze officieel zijn vrouw niet meer. Oké. Okay. Ja. ja. Dus ja. het gaat hier echt om, het, uh, om de bevalling. Uh, of dat nou een mislukte bevalling is of een van geslaagde. Ja, een geslaagde. ja. Um, Waar ik net aan moest denken, wat ook vaak uh, vergeten wordt, is van: Ja, ik heb wel de talaag uitgesproken, maar ik was woedend. Sommige reden zeggen: van, Hoe bedoel je? Bestaat er dan een talaag zonder woede? Ja. Weet je, het is, het is toch bijna altijd in een uh, uh, situatie van, van woede en ruzie en, en emoties. En, en, en emoties, weet je? Mm. Dus dat is geen geldige reden. Wat ja. is een geldige reden? Dat noemen we in het Arabisch irgelag. Irgelag betekent dat je had helemaal geen controle meer over jezelf. En je weet niet eens meer wat je gezegd hebt. Ja. Dus stel je voor, mensen zeggen: Ja, broeder, dit had ik echt niet van verwacht. Ja, wat dan? Ja, dat je zo tekeer zou gaan. En dat je iedereen zou uitschelden. En dat je daarna de talaag hebt uitgevoerd. Wat? Stok Ik. Broeder, ik kan me niks meer herinneren. Ik kan me niet nog herinneren dat mensen om mij heen stonden... en ik werd wakker en iedereen zei, gaat het? Wil je water? Dat is wat ik me kan herinneren. Oké, okay, ja. dat is eerlijk. Mm -hmm. Maar ik was gewoon boos. Hè? Mijn rekening was geplunderd door mijn vrouw. Weet je, want zo gaat het soms, soms hè. Ja. Soms ook andersom. Ja, en ik werd boos en toen zei ik, we zijn gescheiden. Maar ja, later zei ze tegen mij, weet je wat, ik heb het geld nog thuis liggen. Uh, in het nachtkastje, oké, okay, nou maken we het even goed. Nee, dat is, zo makkelijk ga je daar niet meer om. Ja. Dus let altijd op wat je doet of zegt. Ja, uh, een andere vraag. De schoonmoeder mm -hmm. vanuit de kant van de man. Ja. En misschien de schoonvader ja. vanuit de kant van de vrouw. Oh. Ja. Uh, is, is de schoonvader nog steeds de mahram van de vrouw als ze uit elkaar zijn? En is bijvoorbeeld voor mij de schoonmoeder nog steeds uh, de mahram. Ja. Mijn mahram. Ja. Eerst even stil zijn met het woordje mahram. Misschien horen ze het, het voor het eerst. Mm -hmm. Kijk, een, een vrouw in de islam, dat maakt ook de islam zo bijzonder. En helaas wordt het ook heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Een vrouw, subhanallah, wordt gewoon, heeft zo'n hoge status in de islam. Dus het is niet zo dat we vrouwen onderdrukken. Wij, verhef, wij verheffen juist de vrouw. Weet je, ja. We raken haar niet zomaar aan. We hebben niet zomaar geslachtsgemeenschap met een vrouw. Ze moet halal zijn voor jou, toegestaan zijn voor jou. En ook het reizen voor een vrouw. Het is niet dat een vrouw beperkt wordt in haar gaan en staan. Nee, een vrouw wordt beschermd in haar gaan en staan. Dus ook het reizen, et cetera. Dat moet gebeuren met een mahram. En die mahram is een naaste familielid met wie ze niet mag trouwen. Zoals haar zoon, met je zoon kun je niet trouwen. Weet je? Of jouw man, want daar ben je, ben je al getrouwd. Dus je kunt niet voor een tweede keer trouwen met je man terwijl je getrouwd bent. Ja. Of jouw broer, of jouw oom, of jouw vader, of jouw opa. Dit zijn allemaal mahram, meervoud van mahram. Ja. En die staan eigenlijk ter dienste van de vrouw tijdens zo'n reis. Weet je? Ja. Dat is wat, hoe wij dat zien als moslims zijn. Er. Niet van: oh, jullie beperken de vrouwen zo erg. Oh, wat zielig voor die vrouwen dat ze nooit naar buiten mogen. Wie zegt dat ze nooit naar buiten mogen? Nee, ze mag altijd naar buiten. Ze mag 24 uur naar buiten, maar wel binnen de islamitische richtlijnen. Precies. Oké. Okay. Goed, die mahram. Um, nou, ik noemde net al een bepaalde maharim, van wie die maharim zijn, waarvoor ze dienen. Dan komt er voor een man, kan er een. Een nieuwe persoon bijkomen waarvan hij een mahram wordt. En dat is de moeder van zijn vrouw. Ja. Als hij trouwt met zijn vrouw, dan is, niet alleen zij, is hij niet alleen maar haar mahram, maar hij wordt ook meteen verboden voor haar moeder. Hij kan nooit meer trouwen met haar moeder. Stel je voor dat die vrouw komt overlijden of ze verandert van, van dingen of ze komen te scheiden of wat dan ook. In de wereld kan alles tegenwoordig. Ik zag, ik zag laatst in een praatprogramma, een Amerikaans papa. Stond een man. Ik vind het zo verschrikkelijk en, en jammer dat ik het moet benoemen. Maar wij leven in een vrije tijd. Er stond een man in een praatprogramma. Die presentator ging over zijn nek. Die man die zei gewoon letterlijk: dit is mijn dochter. Ze is 17 jaar oud en wij hebben een relatie met elkaar. Wij houden van elkaar en niet alleen maar houden omdat het mijn dochter is, maar wij hebben echt gewoon een seksuele relatie met elkaar. Zij is tevreden mee en ik ben tevreden mee. Dat krijg je als je alle deuren gewoon opengooit... en zegt van, weet je, we willen niks met geloof ja, te maken. Geen dan ga je leven als een dier, weet je. Dan ja. doe je echt alles wat in je hoofd opkomt. Ja. En er is geen grens meer. Mensen kunnen zeggen, ja, vandaag gaat het om alleen maar dat onderwerp. We mogen alleen maar, ja, oké, okay, maar waar ligt die grens? Als het hier om gevoelens gaat, daar zijn ook gevoelens. Ja. En de ene doet het met een man, dus een man met een man. Maar de ander doet het met een dier. Waarom zou je dat wel toelaten en dat niet toelaten, bijvoorbeeld? Dus ja. de islam kadert ons, alhamdulillah, alhamdulillah. Ter bescherming van onszelf en de maatschappij. Maar goed, terug dus, al zou het in het Westen misschien normaal kunnen zijn ooit. dat een man gaat trouwen met de vrouw van. Uh, met de moeder van zijn vrouw. Ja. om welke reden dan ook. of het nou tijdens dat huwelijk is. of een gemeenschap heeft met haar tijdens dat huwelijk. of daarna, of wat dan ook. de islam verbiedt dat. Ja. de islam verbiedt dat. Van nee, dat is de moeder van je vrouw. Mm -hmm. je mag nooit met haar trouwen. Dus je bent ook meteen een maharam van haar geworden. Ja, ja. vanuit de zusterkant ook voor de. Voor haar... De, de vader. Schoonvader. Ja, ja. Oké. Okay. Okay. Um, dat brengt me even nog bij uh, een ander punt nu. Um, dus uiteindelijk heb je dus een aantal zaken genoemd... en we kunnen daar heel lang over doorgaan. Ja. maar ik denk dat we wel de belangrijkste vraag hebben behandeld. Ik mocht ik mij niet vergissen. Het volgende wat ik wil behandelen is uh, partnersalimentatie ja. en kinderalimentatie. Nou, het kinderalimentatie wil ik zo dadelijk later met jou bespreken. Ja. Want ik wil nog even hebben over de gevolgen van de kinderen. Want we hebben het nu niet echt gehad over van. Rekening houden met de kinderen, de kinderen die wij betrekken, recht ja. van het kind eigenlijk. Ja. Uh, maar ik wil het eerst hebben over partnersalimentatie. Ja. En wat we zien in deze maatschappij is dat je uiteindelijk dus voor de wet moet gaan trouwen. Mm -hmm. uh, en soms zie je dus dat de partnersalimentatie dat de, met name de zusterkant, ja. en dit is weer niet een boodschap om de zuster per se aan te vallen, ja. maar dat de zusters er met 50% van door willen gaan. Mm -hmm. Dus een broeder heeft bijvoorbeeld een huis, ja. een auto, een onderneming of iets dergelijks. En zij eist daar na het huwelijk nog, soms wel voor een periode van 10 jaar ja. tot 15 jaar, partnersalimentatie voor. Ja. Tot zelfs dat zij misschien een andere man vindt, daar niet voor de wet voor mee gaat trouwen. Ja. Om uiteindelijk toch om, nog partnersalimentatie te, te krijgen. En nog een inkomen daarnaast. Ja. En nog de inkomen van haar nieuwe man. En hun hebben alleen een nikah bij een ja. imam afgesloten. Ja. Maar ze zijn nooit ergens voor de wet gaan trouwen. Ja. Wat zegt de islam hierover over partnersalimentatie? Ja. Ik vind het een heel moeilijk onderwerp, want er zijn echt zoveel, te laten zien, dat zoveel uh, zijwegen zeg maar, die jij uh -huh. benoemt die allemaal belangrijk zijn, uh, waar ik allemaal bij wil stilstaan, maar door tijdnood gewoon echt gewoon ja, to the point moet zijn. Kijk, in de islam, uh, de islam kent jij zoveel recht, uh, regels puur om de rechten en plichten te waarborgen, om niemand schade te berokkenen. Sommige vrouwen zeggen dan van ja, ik weet dat die uh, partneralimentatie niet islamitisch is. Maar hij heeft mij ook dit en dat aangedaan. Goed, oké. Okay. Als dit en dat verkeerd is, is dat mythes gezien. Dan zeggen we dit en dat is verkeerd, is dat mythes gezien. Dit heeft even niks met jou te maken als vrouw. Wij keuren alle vormen van onrechtvaardigheid af. Of dat dan vanuit een vrouw komt of vanuit een man komt. Ja. Dus vergeet je emoties. Bespreek elk onderwerp op zich. Dus ja, er zijn mannen die hun vrouwen uitbuiten. Een man. Uh, is verplicht in de islam om zijn vrouw financieel te onderhouden. Goed, ja. oké. Okay. Uh, ja, maar zij werkte ook en daarom zei hij: Je moet meebetalen. Wat jullie onderling afspreken, als daar een overeenstemming over is, is als islamitisch gewoon verantwoord. Uh, zolang het maar niet tegenstrijdig is met de islamitische regels. Ja. Wilt een vrouw zeggen: Ik wil als een prinses in huis blijven en ik uh, focus me op de verzorging van mijn man, van mijn huis, van mijn kinderen, heeft ze dat volledig recht. Ja. Gaat hij maar bikken, of dat nou in fabriek is of bij KLM, weet je, als piloot, dat is aan hem. Ja. Hij kan en mag pas trouwen als hij denkt dat hij ook een gezin kan onderhouden. Dat is wat de islam ons leert. Ja. Hoe jij dat zelf hebt gedaan op jouw cultuur, komt het overeen. Acceptabel komt het niet overeen. Dat is jullie fout. Ja. Dus dat moet even gezegd worden. Goed, dan komen we bij een andere situatie. En dat is van oké, okay, we willen nu uit elkaar en uh, het was echt niks. Goed. Um, nu krijg je bepaalde dingen toegewezen die mogelijk door de islam goedgekeurd worden, mogelijk afgekeurd worden, mogelijk gedeeltelijk goedgekeurd worden. En dan is het niet van wat schrijft de wet mij toe, maar dan gaat het ons om de wet van Allah's Want Daar zul je uiteindelijk gaan staan, jongeman in En niet bij de burgemeester of bij een rechter. Je zult bij de grootste rechter, de rechter staan. Dat is op de dag des orde opstanding. Dan is het dus eventjes van, schakel je emoties uit. Wil jij met rust door het leven gaan? Kijk dan naar wat Allah jou verplicht heeft of jou juist zeg maar, uh, als recht gegeven heeft. Ja. En neem alleen dat aan en niet meer dan dat. Ja. En denk niet van, dit is mijn moment om wraak te nemen op hem. Weet je, uh, ik ga hem nu echt gewoon kapot maken. Financieel ga ik hem leegzuigen. Ik ga alles pakken wat ik pak, pakken kan. Een ja. huis haal ik leeg, dit doe ik. Ik wil hij zelfs de huur van mij gaat betalen van een ander huis. Ik neem zelfs een duurdere huis. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil een auto. Hij heeft zich kunnen ontwikkelen in die periode en ik niet. Oké, okay, even hierbij stilstaan, want dat, daar gaat het om. Hè? Er wordt soms gekeken: van, zij was gestopt met haar opleiding, ze was met de HBO bezig. Hij kon zich wel verder ontwikkelen, hij heeft een mooie salaris opgebouwd. Zij niet, want zij zat thuis. En dan zegt ze: van, omdat hij zich kon ontwikkelen en ik niet, wil ik nu revenge nemen op hem. Oké, okay, terug naar de islam. Schakel die emoties uit. Ontwikkeling of geen ontwikkeling. Jij hebt bepaalde rechten gekregen van de islam, waardoor je thuis kon zitten en hij was verplicht om jou te onderhouden. Of je dat nou samen hebben gedaan of hij heeft dat alleen gedaan, dat was zijn plicht op dat moment en dat was jouw recht. Ja. Hij gaat ook niet zeggen van ik heb van jou een zakje wortel gekocht, drie tomaten en, en vijf appels bediend die dag, weet je. Ja. Dus vergeet even alles wat heeft plaatsgevonden en kijk naar het nu. Want in die alles wat heeft plaatsgevonden, dat was niet alleen maar negatief. Dat was negatief en positief. Jullie hebben genoten van elkaar, mooie tijden gehad. Denk aan wat Allah zegt, walat en zo, binnenkomt, vergeet niet het goede wat de jullie tot stand heeft gekomen. Ja. Dus als de wet jou iets toeschrijft wat overeenkomt met de islam, neem dat. Is dat meer dan wat de islam jou toeschrijft? Neem alleen maar hetgeen wat je, uh, wat je bij recht op hebt. Ja. En zit daar iets bij wat helemaal niet islamitisch correct is? Neem dat niet aan, want jongen, ga je daar verantwoordelijk voor gesteld worden. Ja, want je ziet uh, nu in het Westen dat mensen zeggen, ja, waarom zou ik voor de wet moeten trouwen als de helft naar de vrouw gaat en dat, het is. Onrechtmatig ja, dat is weer die tegenpool, dat, dat is, dat is het resultaat. Ja. Ja. En dat geldt ook voor uh, het andere, weet je. Dat, dat, kijk, er zijn ook gewoon vrouwen die, die elkaar aanzetten tot, hè? kijk ja. wat ik heb gekregen, van, kijk wat ik allemaal heb last. ik heb me helemaal uitgemeld. Ja, wat denkt hij wel niet? Hij ja. gaat zeker verder met een jonge dame en ik ja. blijf zonder man achter, weet je. ja, ja. ja. Dus, Overal zie je wel bepaalde dingen waarvan je denkt: dit is niet correct en dit is niet correct. Ja. Dus wees daar redelijk in. Ik wil daar één punt nog op uh, mm. aan toevoegen. Een heel belangrijk punt is als volgt: is dat wat we zien binnen bepaalde culturen, ik ga het niet allemaal benoemen, ja. maar de man en vrouw gaan scheiden. Mm. Oké, okay, dat vindt plaats. Of bijvoorbeeld de man komt te overlijden. Het hoeft niet eens te gaan om een ja. slechte huwelijk ja. of iets zeggen. De man komt te overlijden. Wat gebeurt er, en hier wil ik de mannen voornamelijk op aanspreken, of de broers als het ja. ware is deze vrouw is dan gescheiden ja. en deze vrouw heeft dus nu een opvangplek nodig. Ja. Zij dient toch weer terug te gaan naar haar vader of naar haar broer, naar een voogd die zij ja. moet hebben. Ja. Want wat je hierdoor krijgt is ja. binnen bepaalde culturen zeggen ze <laughs> beste zuster, ja. jij bent gescheiden en waarschijnlijk wijzen ze ook iets meer naar de zuster dan de broeder. Ze ja. zeggen jij bent de boosdoener, dus zoek het maar lekker zelf uit. Ja. Waardoor je dus dan zusters gaat krijgen die dus bang zijn. En ik hoor bijvoorbeeld vaak dat er broeders zijn die met zusters willen trouwen. En dan zegt de zuster: Ik wil nog mijn studie afmaken. Ja. Want zij wil een stukje zekerheid, zekerheid. hebben. Want zij, ja. zij, zij heeft gewoon, denk ik, diep van binnen geen vertrouwen bij haar broer. Ja. Of bij haar vader. Ja. En dat is ook een kwalijke zaak ja. met betrekking tot de vaders ja. en tot de broers. En ja. eigenlijk de mannelijke familieleden. Ja. Je noemt hier echt zoveel belangrijke zaken. Weet je? Van, ik denk van elk punt is wel belangrijk. Weet je, want kijk. Um... Familie, weet je, hoe gaan die met een scheiding om? Weet je, die, die moeten er juist zijn om mensen bij elkaar te brengen. Nou, Sommigen zijn er echt om mensen uit elkaar te rukken. Ja. Uh, ik heb ook situaties gezien dat ze zeiden van... Uh, wat doe je met die man nog? Je bent onze dochter niet als je bij hem blijft. En dan komt ze bij hun en op een gegeven moment, een maand later... zegt ze van uh, oké, okay, uh, en toen uh, ga maar je eigen huisje zoeken... want uh, je bent voor ons alleen maar een last bijvoorbeeld. Ja. Of uh, ga maar werken, ga maar dit doen. Ja, maar hoe bedoel je ga maar werken? Dat het zomaar geregeld is. Ja. Dus in het begin zijn zij reden tot en dan uiteindelijk laten ze haar als een, als een, uh, een baksteen zakken bijvoorbeeld. Maar zo ga je er ook niet meer om. Um, laten we even punt voor punt noemen. Misschien kun je even de, de zinnen herhalen, dan haak ik even bij elk punt ja, in. Dus allereerst is dat um, een vrouw gaat scheiden mm -hmm. en zij moet eigenlijk dus nu opgevangen worden door haar ja. vader of ja. haar broer. Dat wordt niet gedaan. Oké, okay, goed. Zeg, zoek maar zelf ja. uit. Ten eerste, als we het over Nederland hebben, hebben we best wel een goed systeem waar we allemaal aan meebetalen. <laughs> Hoe het ook klinkt, want sommige mensen zeggen, oh ja, als de islam uitkomt, dan neem je de islam. En als, nee, nee, wij, wij als moslims zijn, betalen je ook gewoon belastingen. Dit hele stelsel hebben jij en ik ook meegebouwd. Ja. Dus we hebben wel een stukje, stukje zeg maar, uh, dingen waar je op kunt terugvallen uh, om, op, uh, om um, uh, zeg maar, toch gesteund te worden. Weet je? Bijvoorbeeld in uitkeringen, woningen, et cetera. Goed, beroep je daarop? Weet je? Je, je kunt je daar gewoon op beroepen, doe dat gewoon, zolang het mogelijk is. Maar aan de andere kant, ja, we hebben ook islamitische plichten plecht, en rechten. En uh, zolang mijn zus niet op eigen benen kan staan, ben ik voor haar verantwoordelijk, punt uit. Ja. Weet je? En zolang zij nog getrouwd is, is die man financieel verantwoordelijk voor haar. Dat moeten we ook niet vergeten. Dus het, het is niet van, oh je scheidt van mij, oké okay, is goed, dan stopt het van vandaag. Nee, Om die gehele eed moet hij haar financieel onderhouden. Hij moet haar voorzien van een dak boven haar hoofd, kleding, voedsel, etc. Hij moet haar voorzien aan haar noodzakelijke levensbehoeften. Dus ook dat moet niet vergeten worden. Ja. Oké. Okay. Het volgende punt ja? is dus bijvoorbeeld als dan een broeder wil gaan trouwen met een zuster ja. die nog bijvoorbeeld in haar tweede jaar, derde jaar zit van ja. haar studie, laatste ja. jaar bewijzen van, uh, dan zegt de zuster: ik wil eerst mijn studie afmaken. Ja. En dit kan dus komen vanwege het feit dat zij ja. dus niet Goed. vertrouwt op haar ja. broer of vader. Ik zeg, gaar, je hebt het volledige recht. Let op, hè. Klinkt misschien gek. Ik zeg, je hebt het recht. En die broeder heeft ook het volledige recht om te zeggen... oké, okay, ja, maar ik kan niet zo lang wachten. Dan ga ik zoeken naar een andere uh, huwelijkspartner. Ja. Dit is voor de duidelijkheid. Dus niemand is verplicht om met de ander te trouwen. Het is Precies. allemaal gewoon echt volledig op jouw, uh, zeg maar, eigen uh, goedkeuring. Weet je? Ja. Dus een vrouw kan zeggen, ik wil nog hierna mijn HBO doen. Ik wil daarna nog een master doen. Ik wil... Doe maar, ga maar door tot je professor wordt. Ja. Als hij daarachter staat, geen probleem. Staat hij daar niet achter, heeft hij ook weer het volledige recht om te zeggen, sorry zuster, zo lang kan ik niet wachten. Ik zit echt gewoon met heel veel ja, behoefte aan huwelijk, et cetera. Huisje, bompje, beestje. Dan kijk ik naar een ander. Zo, oké. Dan die zekerheid even naar de zuster gericht of naar de broeder gericht. Ik wil eerst gaan studeren, Ik kan ook een broeder zijn. Hè? Ik wil eerst gaan studeren en dan pas gaan trouwen. Goed, terug naar helemaal het eerste punt. Wie geeft je de zekerheid dat je dan nog leeft? We zijn allemaal afhankelijk van een maand. Of je nou mogen trouwen we niet, ieder van ons zal pas komen te sterven. Uh, 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 totdat hij voorzien wordt van zijn uh, volledige proviant, van zijn volledige risk. Ja. Dus heb meer vertrouwen in jouw schepper. Weet je, heb meer vertrouwen. Kijk naar jouw behoeftes. Kijk naar, het is altijd situatieafhankelijk. situatie afhankelijk. Ja. Heb jij behoefte aan trouwen? Trouw dan al ben je nog bezig met je studie. Of je nou een man of een vrouw bent. Weet je? Ben je nog aan het werken en aan het sparen, maar je hebt behoefte aan trouwen? Kijk of je alvast kunt trouwen. En al doe je het even wat minder. Er zijn genoeg broers en zussen, alhamdulillah, die echt waar uh, hoge diploma's hebben gehaald. Maar ze zijn halverwege begonnen met het huwelijk. Even bikkelen. Vijf jaar later hadden ze en een diploma, en een carrière gemaakt, en al hun eerste of tweede kind. Ja, ja. Ook dat kan. Ja. Dus heb vertrouwen in alle. Dus als laatste, wat wil je zeggen tegen de vaders en de broers die zeg maar, dit, dit gevoel niet hebben van verantwoordelijkheid voor hun, uh, ja. voor hun uh, zussen, dochters, ja, dat, weet je, Ik denk dat het vanzelfsprekend is. Weet je? Kijk, net zoals jij verantwoordelijk voor haar was voordat ze getrouwd was, ben jij verantwoordelijk voor haar wanneer zij het moeilijk heeft, weet je? Ja. vooral als ze dan gescheiden is. Islam leert ons, we zijn niet een geloof van individuen, dat iedereen voor zichzelf staat, weet je. Individualistisch ja. zijn, weet je. Nee, we zijn echt een gemeenschap. En dat begint in hele kleine kringen. De band met mijn dochter en ik, de band met mijn zoon en ik, weet je. Uh, en zo ga je het verbreden, breder en breder maken. Dus wanneer het niet goed gaat, goed, weet je, dan is het maar gebeurd. Helaas, um, worden ook in sommige culturen. Een vrouw wordt dan echt gewoon gezien als een, ja, iets wat, wat, wat minder waardig is. Een gescheiden vrouw, bedoel je een gescheiden vrouw? Weet je, wat maakt een gescheiden man beter dan een gescheiden vrouw, weet je? Of, weet je? Het is een vrouw. En subhanallah, dit heeft gewoon met cultuur te maken, niet met de islam. Islam maakt het gewoon niks uit of iemand nou twee keer gescheiden is of vijf keer gescheiden is. Je bent een mens. Een moslim of moslima, punt uit. En alhamdulillah, ik heb ook landen gezien, als ik kijk naar Mauritanië, als daar iemand aankomt zetten bij het ouderlijk huis en zegt tegen die vader van ja dit is jouw dochter en kom haar terugbrengen weet je wat de reactie is niet van hoe uh, drama weet je schelden stenen auto bekogelen wat dan ook weet je van, uh, je hebt ons opgelicht nee 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 van dat je onze dochter had hebben, teruggebracht we hebben echt gemist we zijn zo blij met haar terugkomst weet je ze denken echt aan hun dochter van die zit in zo'n moeilijke fase ja. positie die wil haar een goed gevoel geven. Die ja. echt waar, die laat haar het gevoel gewoon. Die geven haar het gevoel van wij zijn blij met je terugkomst. Ja. En niet ja. van waarom we nu gescheiden Of je bent nu een gescheiden vrouw. Ja. Heb je een ander cultuurprobleempje? Is van ik wil trouwen. Oké, okay, mashallah. Oké, okay, met wie ga je trouwen? Jij hebt met een gescheiden zus. Wat? Luister, als jij gaat trouwen met een gescheiden zuster, ben je mijn zoon niet meer. Wat een moeder tegen haar zoon zegt bijvoorbeeld. Of andersom, dochter wordt om de hand gevraagd. Ja, door wie? Ja, een man die gescheiden is. Oh, hij komt er bij ons niet in. En als jij met hem gaat trouwen, dan ben je onze dochter niet meer. Dus dit is gewoon zware onwetendheid. Ja. Help juist je, je kinderen. Ja. Weet je, sommige mensen hebben echt die scheiding nodig. voordat ze echt heel anders en serieus in het leven gaan staan. Ja. Er zijn heel veel mensen die het veel beter hebben gedaan bij de tweede keer dan bij de eerste keer. Ja ik wil gaan afsluiten, inshallah. Ik wil nog één ding benoemen. Dat gaat even over de rechten van het kind. Ja. En dus wat ik net zei, kinderalimentatie. Ja. Is dat iets wat verplicht is van de islam? Wie geeft uiteindelijk de. Uh, moet, je, moet je als, als vader zijn, ook al bij gescheiden van die vrouw, nog steeds uh, voor de financiën zorgen voor ja. het kind? Tot welke leeftijd eigenlijk? Tot, totdat ja. ze getrouwd zijn? Of net als hier tot 18? Ja. Wat hanteren we eigenlijk? Oké, okay. in de islam is het <tie> zeker zo dat een vader verantwoordelijk is voor zijn kinderen. Als die gescheiden? Als, of ze nou gescheiden zijn of niet. Mm -hmm. In alle situaties. Ja. Jij bent kind aan kinderen. Weet wat voor verantwoordelijkheid je op je gaat nemen. Jij ja. bent financieel. Ben je echt gewoon. Uh, niet alleen financieel. Op alle fronten, alle gebieden. Weet je, ben jij verantwoordelijk voor je kinderen. De juiste opvoeding. Dat je ze leert lezen, schrijven. Onderwijs. Kleding. Uh, voedsel. Dat je ze voorziet in hun basisbehoeften. cetera. Dat is gewoon een verplichting. Dat geldt altijd voor de vader. Ja. Totdat ze op eigen benen kunnen staan. Ja. En bij de ene is dat misschien 16 jaar, de andere is dat 18 jaar, de andere 24. Eh, op z'n allerminste wat zij de puberteit bereikt hebben. En zelfs, eh, soms hebben ze dat echt wel langer nodig, dat is ook weer situatieafhankelijk. Okay. Dus een vader is altijd, en vader kan wel zeggen, ja, maar zij is hertrouwd. Ja, en dan? Ja. Hoe bedoel je, is die andere man, is dat nu de vader van jouw kinderen geworden? Mm. Het zijn jouw kinderen. Ja. Dus jij gaat ze verzorgen. Maar, let op, voor de moeder ook weer, vergeet niet de, recht van, uh, de rechten van de vader. Vaak wordt er gezegd van... Uh, hij moet ze onderhouden, maar hij mag ze niet zien. Hoe bedoel je, hij mag ze niet zien? In de Islam gaan de kinderen altijd met de moeder mee. Let op. Um, dus voogdij is altijd aan, aan de moeder. Vader beslist natuurlijk echt mee, en vader heeft ook echt alle eindbeslissingen worden door vader genomen, ook al zijn ze bij de moeder. Ja. Weet je? Maar dat betekent niet dat de vader alleen maar als een pinautomaat wordt gezien. Hij moet gaan cashen. maar ga niet aan je vader. Hij is een slechte man. Je vader is dit. Wat er tussen jou en jouw man of jouw ex slecht is gegaan, is tussen jullie. Ja. Maar het blijft nog steeds zijn vader. En ik zou niet eens negatief over de moeder van mijn kinderen kunnen praten, als ik gescheiden zou zijn, weet je. Want het blijft de moeder van mijn kinderen. Dus als ik haar ga afschilderen als een heks of wat dan ook, ja. dan, dat doet mijn kinderen pijn. Ja, mensen proberen eigenlijk hun kinderen aan, aan hun kant te krijgen. Aan hun kant te krijgen. Maar, ja. Ja. maar dan zou ik tegen die moeder zeggen: oké, okay, als mijn vader zo slecht is, dan heb jij die fout gemaakt. Jij hebt ja. hem geaccepteerd op dag één. Ja, ja, en dat als, gebeurt ook uiteindelijk. hè Ze worden de... opstandig tegen die moeder uiteindelijk. En dat zegt ook Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. We hebben te maken met een schepper. Hè? Ja. Hij zegt... Ja. En dat het beramen van slechte plannen uiteindelijk alleen maar tegen die persoon gaat inwerken. Je hebt echt gewoon moeders die hun kinderen opzetten tegen de vader. Krijgen de kinderen mee. De vader is slecht, maar uiteindelijk is er echt gewoon een huis, een chaos gewoon... Ja. Een leven gewoon wat in hel is. Ofstandige ja. kinderen en elke dag ruzie, et cetera. Heb je nu je doel bereikt? Oké, okay, ze hebben geen contact meer met hun vader. Heb jij nog goede contact met ze? Ook niet. Ja. Dus help mekaar, ook al kun je samen niet verder. Vergeet niet dat het jouw kinderen zijn en jouw kinderen zijn. En samen moet je het doen. Er bestaat geen opvoeding van kinderen met een vader alleen of met een moeder alleen. Ja. Je hebt hierbij echt beide ouders nodig. Goede communicatie, wel op een islamitische manier. Als de vrouw komt te overlijden, gaat de volgende weer naar de man? Of als de vrouw hertrouwt bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. als ze hertrouwt, nee. Uh, kijk, in de, in de dingen, in de overleving zegt de profeet zal het over sorry, sorry. de tante. Hij zegt... -ga men -om. Een tante heeft eigenlijk de status van een moeder, weet je... Dus ja. daarin kan allemaal niet meteen zeggen. Oké, okay, dan neem ik de kinderen mee. Als zij zeggen van weet je wat, oké, okay, wij vinden dat zij, we merken aan de kinderen dat ze echt met jou willen zijn, et cetera. Dus neem jij ze maar mee, geen probleem. Ja. Maar als de schoonfamilie zou zeggen van nee, we willen ze echt bij ons houden, dan hebben zij dat volledige recht. Ja. Maar nogmaals, help elkaar daarin, want niemand heeft, aan, heeft iets aan kinderen die ontspoord zijn. Ja. Als ik nu kijk naar de maatschappij en er zijn zoveel casussen die ik zie, ook in de zorg, jeugdhulp, et cetera. De meeste kinderen hebben ge, die echt probleemkinderen hebben gescheiden ouders. Ja. Echt waar, zoveel. Daar heb je gewoon niks aan, aan gescheiden moeder. of dus Probeer elkaar daarin te steunen. Probeer echt gewoon kinderen op te voeden die jou uiteindelijk nog gaan baten en helpen. En eh, als vrome moslims door het leven gaan. Daar heb je veel meer aan dan uh, ja, wraak nemen op elkaar en elkaar's leven te verwoesten? Ja. Zijn er nog rechten die we zijn vergeten omtrent de kind? Uh, recht om te, ja, heeft er een recht op, op. Kijk, zo, ik heb het voorbeeld al benoemd van, van dat zo stress bij een moeder een zwangere moeder ja. uh, dat dat al effect heeft op de ontwikkeling van het kind. Nou, wat denk je van al die problemen? Wat denk je van al dat die al die conflicten? Uh, ook het uh, in de hand nemen van advocaten en zo. Ja. Weet je, vergeet niet dat dat zijn beroep is. Vergeet niet dat hij alleen maar uit is op jouw profijt, want jij bent zijn cliënt of cliënte. Weet je, hij is niet bezig met de islam, wat dan ook. Hij probeert zoveel mogelijk een profijt voor jou eruit te halen en de anderen ook. En soms gaat het echt gewoon door, weet je, van die vechtscheidingen en zo. En dan kinderen lijden daaronder. Probeer gewoon echt een recht van een kind is te zeggen van luister, Ahmed of Mohammed of Khadija, weet je. Het leven is nou eenmaal beproevingen. En het gaat niet altijd zoals wij willen. Allah is de Alwijze. Hij weet beter waarom hij de mensen zo geschapen heeft. Ja. Jouw vader en ik kunnen het niet goed met elkaar vinden. En daarom is het soms beter, ook voor jullie. Want het is ook niet fijn als je altijd in zo'n negatieve sfeer leeft. Is het misschien beter dat, dat een vader en moeder gaan scheiden? Probeer gewoon rustig Dit is hun recht, weet je? Nee. Duidelijkheid. En dat is al moeilijk. En dan is het echt belangrijk dat je gewoon afstemt van: oké, okay, de regels die wij hanteerden. Uh, uh, voordat we gescheiden waren, die blijven we hanteren nadat we gescheiden zijn. Hè, op tijd thuis zijn, het gebed verrichten, naar school gaan, goede resultaten boeken, et cetera. En niet van oh ja, vader zei geen cola drinken, ik ga ze cola geven. Ja. Vader zei acht uur thuis, weet je wat, speel maar tot tien uur. Ja. Vader zei niet roken, laat ze maar gewoon roken. Ja. Weet je, subhanallah, dit is gewoon zo. Ja, om, ja. Je, om je kind te gebruiken om, uh, als middel om dat uh, trof, om, het, om elkaar nou, te ja. verzuren ja, hier. Wat doe je? Uiteindelijk, het is jouw eigen, het is een onderdeel van jou. Ja. Als jij jouw kind verpest om wraak te nemen op jouw man, dan heb je jouw, jouw kind heb je verpest. Jouw kind. Ja. Niet alleen maar die van jouw man, weet je? Dus echt gewoon van probeer na te denken. Probeer wat, wat positiever in het leven te gaan staan. Het leven stopt niet na een scheiding. Dat is ook met verlies zo, met de rouwverwerking en zo. Rouwverwerking is niet alleen maar wanneer iemand, uh, wanneer iemand komt te sterven, maar ook gewoon na een, een scheiding. Dat heeft gewoon tijd nodig. En soms heb je daar gewoon professionals voor nodig. Het is geen zonde om naar een psycholoog te gaan... of naar een, 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 een bepaalde coach te gaan voor adviezen. Maar dan zeggen we altijd van... ga naar iemand toe met een Islamitische achtergrond... die jou beter begrijpt en die jou eens adviezen kan geven. Ja. Ja. Want er zijn echt wel heel veel mensen in de hele maatschappij... die gewoon meer begeleiding nodig hebben. Ja. En dan is het hij die dit valt, hij dat dat valt. Nee, maar hou jezelf even een spiegel voor. Kijk even naar jezelf. Kijk even hoe, naar, hoe jij ermee omgaat. Ja. Dit heeft ook een negatief effect op jezelf, op je leven. Op je, uh, dus mentaal en fysiek. Dus uh, denk aan je kinderen. Denk aan jezelf. Het leven gaat door, maar probeer het, het beste van te maken. Hoe ja. staat je zakkenlaag, voor deze uh, podcast? Um, nog één laatste advies, misschien voor de kijkers. Voor de ja. mensen die dus gescheiden zijn. Ja. Uh, de mensen die gescheiden zijn met eventueel kinderen. Ja. Of de mensen die bijvoorbeeld uh, traumatische ervaringen hebben door het scheiden. En denk ik: ga nooit meer hertrouwen. Wat ja. voor advies heb je voor deze mensen in het algemeen? Ja. Want je wilt, uiteindelijk willen we denk ik allemaal wel een omme hebben. waarin iedereen uiteindelijk kan ja. gaan trouwen en getrouwd is. Tuurlijk, ja. Kijk, een mens heeft gewoon behoefte aan de ander. Elke man heeft behoefte aan een vrouw, elke vrouw heeft behoefte aan een man. Dus door één negatieve ervaring, door dan te zeggen van ik ga nooit meer trouwen, weet je, dat is gewoon te kort door de bocht. Dat is gewoon, je doet jezelf echt onrecht aan. Er ja. zijn zoveel vrouwen die gescheiden zijn, een moeilijke periode hebben meegemaakt, en daarna getrouwd zijn, hertrouwd zijn, en de mooiste momenten van hun leven ervaren en nu echt aan het bloeien zijn. Waarom, waarom ontneem, ontneem je jezelf dat? En mannen ook. Er zijn zoveel mannen die zeggen van nooit meer wil ik trouwen. Het laatste waar ik aan denk is trouwen. Oké, okay, en hoe ga je nu met je behoeftes om? met je gevoelens zo. Je hebt gewoon behoefte aan een ander, weet je. Dus uh, ja, je hebt er nu even geen zin in, begrijp ik. Ja. Wil je nu even focussen op je leven en alles weer even opbouwen en zo? Geen probleem, weet je? Maar uiteindelijk heb je het echt Komt die behoefte weer en zoek het niet in het haram. zoek het in het halal. Niet iedereen is dicht, niet met iedereen op te gaan. Vergeet niet dat een scheiding niet een man of een vrouw verkeerd maakt. Jullie pasten misschien bij elkaar. Okay, probeer nu de wijze lessen eruit te halen. En nu wel op een echt gewoon realistische manier... te kijken van wat voor vrouw, wel wat voor man zou bij mij passen. Weet je? En haal gewoon lering uit die uh, uh, ja, verkeerde ervaring. Of slechte ervaring. Ja. Ik denk dat dat het is. Ik heb er niks aan toe te voegen. Dus ik wil even nog aan de kijkers zeggen: beste kijkers, dankjewel voor jullie aandacht. Vergeet niet te liken, vergeet niet te delen. Wees, uh, wees een goede hierin. Uh, je kan je Hassanets mee pakken als je dit deelt, dit liked. En zoveel mogelijk aan andere mensen stuurt, inshallah. Ik denk dat dat het was voor deze podcast. Musten, Jazakallah, Khairan. En uh, we zien jullie, inshallah, bij de volgende podcast. Assalamu Alaikum, wa rahmatullah.